Welkom. Welkom bij de avond voor de Nobelprijzen. Een avond waarbij we de meest recente Nobelprijswinnaars bespreken, toelichten en ook vieren. Want we vieren de wetenschap vanavond. Vorige week zijn door de Zweedse Academie voor Wetenschappen de Nobelprijswinnaars bekendgemaakt. En vanavond zullen een aantal experts u vertellen wie die winnaars zijn en waarom hun werk zo belangrijk is. We doen dit nu al een aantal jaren en de avond is uitgegroeid tot een, in ieder geval voor ons, maar volgens mij ook voor het publiek, een geliefde en hele veelzijdige bijeenkomst. We reiken u een hoop kennis aan op een aantal vakgebieden, ik heb de neiging te zeggen 6 vakgebieden, maar ik weet niet of de Nobelprijs voor de Vrede staat voor een vakgebied. Dat is toch ja, het is meer nou ja, iets overstijgends, zou ik bijna zeggen. Maar literatuur, economie, vrede, scheikunde, natuurkunde en geneeskunde komen allemaal langs. Mijn naam is Ivo Giezen, ik ben vicepresident van de KNW en ik mag vanavond uw gastheer zijn. En dat is een hele eenvoudige taak in die zin dat ik alleen maar de sprekers hoef te introduceren en voor zover daar ruimte voor is, en dit proberen we te hebben om bij u een enkele vraag op te halen na elke spreker. Ik hoef dus niet te begrijpen waar het over gaat. Ik ben wat dat betreft, net als u van het publiek, heel benieuwd of ik na afloop van de avond het wel begrijp. Dat zullen we misschien in de nastoot nog even evalueren of dat gelukt is of niet. Een deel van de avond, 2 van onze lezingen zullen in het Engels zijn. U merkt vanzelf wanneer dat gebeurt en als dat het geval is. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van die lezing en eigenlijk zelf liever niet de vraag in het Engels willen stellen, dan stelt u hem gewoon in het Nederlands. En dan is er vast wel iemand bereid, als ik het zelf niet doe, om de vraag naar Engels te vertalen. Ja? Dan zou ik zeggen, we gaan van start. We gaan van start dit jaar. We doen elk jaar eigenlijk een willekeurige volgorde. Dit jaar beginnen we met de Nobelprijs voor de literatuur. Die ging afgelopen donderdag naar de Noorse toneel- en romanschrijver John Fosse. En volgens het Nobelprijscomité ontvangt hij de prijs voor zijn, en dan citeer ik, vernieuwende toneelstukken en proza die stem geven aan het onzegbare. En we hebben vanavond Edith Koenders en Adriaan van der Hoeven hier aanwezig om het werk van deze Noorse schrijver en de keuze ook van het Nobelprijscomité voor u toe te lichten. Adriaan doseerde voorheen Finse literatuur en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft zowel poëzie als proza als toneel uit het Fins vertaald. En Edith is al sinds de jaren 90 bezig met het vertalen van Deense en Noorse literatuur naar het Nederlands. Onder andere Andersen, Harstad, Ida Jessen, Søren Kierkegaard, om een aantal namen te noemen. Een aantal jaren geleden zijn ze gaan samenwerken. Ik heb ook begrepen dat Adriaan zich heeft omgeschoold van Fins naar het Deens en het Noors. Dat schijnt niet hetzelfde te zijn qua talen. En ze hebben samen in 2018 en 2020 de werken Melancholie 1 en Melancholie 2 van Fosse vertaald. 2 van zijn belangrijke werken uit zijn oeuvre. De komende 15 minuten zijn voor jullie. Ja, klappen mag. Ja, zeker. Ja. Ik ben eigenlijk wel om te beginnen benieuwd of er mensen zijn die Vos al kenden voordat hij de prijs kreeg. Of was hij volledig onbekend? Zijn er mensen die hem kennen? Dan hoef ik ook niet te vragen of iemand een stuk van hem heeft gezien of een stuk van hem heeft gelezen. Nou, dat is voor ons dan misschien fijn, want dan bent u volledig een onbeschreven blad. Ik begin met een zin van Vosse voor te lezen. Ik zal hem meteen even projecteren, hoop ik. Ik zie niet dat hij reageert. Ja, nou, dat is wel de eerste, maar dat is John Fosse die aan het roeien is. Ja, nou, daar is de zin. U kunt meelezen. Ik reed weg. Het deed goed. De beweging deed goed. Ik wist niet waar ik heen zou gaan. Ik reed gewoon. Ik was gegrepen door verveling. Ik, die me anders nooit verveelde, was gegrepen door verveling. Niets wat ik kon bedenken om te doen bood enig plezier. En daarom deed ik maar wat. Ik stapte in mijn auto en reed weg. En waar ik kon afslaan naar links of naar rechts, sloeg ik af naar rechts. En waar ik bij de volgende splitsing kon afslaan naar links of naar rechts, daar sloeg ik af naar links. En zo bleef ik maar doorrijden. Dat is de openingszin van een schitterend wit. De nieuwste roman van Fosse die net in het Nederlands is verschenen en vertaald is door Marianne Molenaar. En
vond dit wel interessant, omdat net is of Vossen hier het schrijfproces al weergeeft in deze zin hoe hij schrijft. Want als hij het heeft over hoe hij werkt, dan zegt hij, ik bouw geen plot. Ik begin te schrijven in mijn werkkamer of op mijn boot. Dan komen de zinnen vanzelf, die vormen het verhaal. Mensen zijn drager van emoties. De atmosfeer is dat wat er tussen hen gebeurt. Ik ben op zoek naar die sfeer. En ook die stijl, die herken je ogenblikkelijk als van Vossen. Wie was, of wie is Jon Vossen eigenlijk? Jon Vossen is geboren in 1959 in Zuidwest-Noorwegen, in de omgeving van Bergen. Hij heeft literatuur gestudeerd in Bergen, gewerkt als journalist, als vertaler, leraar geweest op de Schrijversacademie, waar hij een leerling had, en dat was Karl Ove Knausgaard, Knauskor op zijn Deens-Noors, die wel wat bekender is. Misschien kent u die naam wel, die is namelijk bekend van vrij dikke boeken. En juist aan deze Knauskor heeft Jon Vossen in de tijd als leraar gezegd, je moet niet autobiografisch schrijven. En de 7 dikke delen van Knauskor zijn super autobiografisch. Vossen zelf heeft een groot aantal toneelstukken, gedichten, verhalen, essays, romans en kinderboeken op zijn naam staan. Hij woont afwisselend in Hainburg in Oostenrijk en in Frikhou in Noorwegen ten noorden van Bergen. En sinds 2012 mag hij ook wonen in het kunstenaarsverblijf. Dat is een erewoning. Het staat op het, in het park van het Koninklijk Paleis. Komt-ie? Ja, nee. Dit is hem. Deze foto hebben wij zelf gemaakt toen we in Oslo waren. Onder andere toen we Melancholie aan het vertalen waren. En naar een schilderij wilden kijken. Dat komt later nog wel even terug. En hier liepen we langs, maar we hebben toch niet durven aanbellen om te kijken of Vossen thuis was. Vossen die schrijft in het Nynorsk. Dit is een van de 2 standaardtalen in Noorwegen. De andere taal heet Bokmål. Ze hebben allebei dezelfde officiële status, maar het Bokmål wordt het meest gebruikt. Ongeveer 80% van de Nooren gebruikt Bokmål. En Nynorsk is gebaseerd op dialecten van de westkust. Een beetje zuidwestkust van Noorwegen. Noorwegen is natuurlijk een enorm lang land. En aan de westkust, daar die dialecten die zitten veel in het Nynorsk. En dat is ontstaan als een soort idee van dat ze het minder op het Deens wilden laten lijken. Dus na de Deense overheersing, die stopte in de 19e eeuw, hadden ze behoefte aan een eigen taal. En zo is het Nynorsk eigenlijk ontstaan. Een andere, redelijk bekende auteur die in Nynorsk schrijft, schreef, want die leeft niet meer, dat is bijvoorbeeld Tarje Vesaas. En die is een paar jaar geleden ook wel vertaald in het Nederlands. Vogels zijn dus ook heel goed ontvangen in Nederland. Dat mag je nou zien. Vossen is vooral doorgebroken internationaal als theaterschrijver. Hij heeft verschrikkelijk veel theaterstukken geschreven, stukken 40. En er zijn ook heel wat stukken in het Nederlands vertaald. Hier hebben we een lijstje. En die stukken zijn vertaald door onder andere Maaike van Rijn. Die heeft er 5 vertaald. Tom Klein en de onlangs overleden Karst Boutstra heeft er ook 1 vertaald. Het is logisch als je zo goed bent in het toneelschrijven dat je vergeleken wordt met je landgenoot die nog beroemder is, namelijk Henrik Ibsen. En Vossen zelf wil eigenlijk niet zo heel veel weten van die vergelijking, want hij schrijft volledig anders en veel minder plotgericht. En Vossen zegt, als je hem vergelijkt met Ibsen, getuigt dat van een gebrek aan respect voor Ibsen en bovendien getuigt het van een gebrek aan respect voor mij. En bij Ibsen herkent hij wel het leven als een gevangenis waaruit het moeilijk ontsnappen is. Maar hij heeft wel de Ibsen Award gekregen, International Ibsen Award. En hij is na Ibsen de meest gespeelde, internationaal meest gespeelde theaterauteur. Er is een eigen internationaal festival in Oslo, waar vorige maand ook het Vlaamse gezelschap Stan optrad. En daar wou ik een stukje van laten zien wat zij spelen. Dan krijgt u ook een idee van het theaterwerk van.
En het is er ook zo stil. Alles is gewoon stil. Je hoort alleen de zee tegen de boot klotsen. We wiegen zo licht, we dobberen zo licht, als het ware. Er zit wind in ons. Ja, ja. Het is alsof we gewiegd worden. Ja, ja, dat is fijn. Ja. Ja, en de boot wordt ook gewiegd. We wiegen zo licht, we dobberen zo licht, zo is het. Ja, we zijn zo licht. We zijn zo licht als de wind, ja. Ja, bijna. We zijn ook zo hoog, zo licht in de lucht, zo licht samen met de boot. Ja, 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 we zijn zo licht, ja. Ja, zo licht, ja. Maar daarstraks heb je gezegd dat je soms zo zwaar waart. Dat je soms een steen waart, of zoiets. Ja. Wat heb je daarmee bedoeld? Nee, niks. Niets? Moet daar toch iets mee bedoeld hebben? Het zijn maar woorden, het is gewoon iets wat je zegt. Ik bedoelde er niks mee. Ik zei maar wat. Je zei maar wat? Het zijn maar woorden. Steen? Het is gewoon iets wat je maar zegt. Het woord steen? Dat is gewoon iets wat je zegt. Ja? Je probeert te zeggen hoe iets is. Door iets anders te zeggen. Omdat je niet kunt zeggen hoe het werkelijk is? Ja. Ja. Natuurlijk, ja. Het zijn maar woorden. Nou, dat is dus een stukje van zijn theater dat mij persoonlijk erg doet denken aan Jerry Duins en Armando. Misschien herinnert zich hier een leed nog van vroeger, maar goed, dat is misschien toevallig. Maar Vossen die noemt het theater een kunstvorm van het in-between. Hij zegt drama is wat er tussen mensen gebeurt. En Damiaan de Schrijver, dat is die acteur met de baard, die noemt hem de meester van de stilte. Zijn teksten lijken op het eerste gezicht heel eenvoudig, maar net daarom zijn ze heel diepzinnig en heel mysterieus. Je voelt de stilte van de fjorden in zijn werk, je voelt de ijselijke lucht, maar hij schrijft wel met een universele kracht. Dat sluit aan bij wat het juryrapport van de Nobelprijs zegt, waarin gesproken wordt over zijn radicale reductie van taal. Het is ook geen wonder dat hij vergeleken wordt vaak met Samuel Beckett en Thomas Bernhard. Wat zijn romans betreft beschouwt Vossen Septologie als zijn hoofdwerk. Dat zijn dus 7 romans die hij geschreven heeft voor 2019 en die in 3 delen ook verschenen zijn in, nou ja, in Noorwegen, maar ook in 20 talen, waaronder ook in het Nederlands. Het is een vertelling over de aard van kunst en God, over alcoholisme, vriendschap, liefde en het verstrijken van de tijd. Vossen die heeft het daar over een schilder en weduwnaar Asle, die naar 2 verfstreken op zijn canvas zit te kijken. En langzaam ontvouwt zich dan het levensverhaal van deze schilder. Opvallend is dat Vossen geen punten zet achter zijn zinnen. Dus het loopt eigenlijk alsmaar door, een lange stroom. Er zitten wel komma's in, er zit ook wel dialoog in, af en toe een vraagteken. Maar het is eigenlijk 1 lange stroom. We hebben de eerste zin. Ja, ik kan de volgende dia krijgen. Oh ja, zie. Ik zie mezelf staan, kijken naar het schilderij met de 2 strepen. 1 lila en 1 bruin. Die elkaar in het midden kruisen. Een langwerperschilderij. En ik zie dat ik die strepen langzaam heb geschilderd en met dikke olieverf. En die is uitgelopen en waar de bruine en de lila strepen elkaar kruisen, is de kleur mooi vermengd en biggelt de verf langs het doek. En ik denk bij mezelf dat dit geen schilderij is. En toch is het zoals het moet zijn. De vertaler van dit fragment, dus van de hele septologie, dat is opnieuw Marianne Molenaar. Die schrijft, Vossen is een geweldige stylist. Zijn werk is heel bijzonder. Hij schrijft over de grote levensvragen. Geboorte, dood, liefde, religie. Maar in een uiterst sobere taal. Met die taal weet hij zijn teksten een geheel eigen ritme te geven. Onder andere door herhalingen, kleine variaties, verschuivingen, zodat er pure muzikaliteit en poëzie ontstaat in zijn literatuur. Wij hebben dus samen Melancholie 1 en 2 vertaald. Dat is wat ouder werk uit 1995. En wij herkennen veel van deze typeringen die Marianne beschreef. In Melancholie gaat over een schilder, Lars Hertewig, die van 1830 tot 1902 leeft en die gek wordt. Misschien een dia?
Het is geen realistisch biografisch verhaal, maar meer een mythisch kunstenaarsportret, zoals Vos het zelf noemt. Ook daar vind je erg sterk de herhaling. Meanderende zinnen, een gedachtenstroom, een eenvoudige taal, bedriegelijk eenvoudig, spreektaalachtige elementen en een manier van schrijven die wel vergeleken is met de minimal music van Philip Glass of Simeon ten Holt. Aan het eind van het roman is er ineens een sprong in de tijd, naar het heden. En dan is de schrijver van dat verhaal, een zekere Witme, denk een alter ego van de schrijver Vossen. En die legt dan uit hoe de roman is ontstaan. Deze schrijver die gaat dus naar het museum en die kijkt naar dit schilderij en krijgt dan eigenlijk de grootste ervaring van zijn leven. Er staat ook dan, Witme meent dat zijn werk als schrijver hem verder en dieper gevoerd heeft in iets wat hij op bepaalde momenten, in gelukkige vlagen van helderziendheid, is gaan beschouwen als een glimp van het goddelijke. Dat was eigenlijk de volgende dia, volgens mij. En dat is ook ongeveer wat de jury van de Nobelprijs zei. Vossen wordt als een vernieuwer beschouwd door zijn vermogen om het verlies aan oriëntatie van de mens op te roepen. En hoe dit paradoxaal genoeg toegang kan bieden tot een diepere ervaring die dicht bij de goddelijkheid staat. Dit was wat ons betreft in vogelvlucht een idee van het werk van Vossen. En volgende dia. Volgende dia. Nee, nog volgende dia. Ja. Kijk eens. Dit is even een overzicht van het werk dat in het Nederlands is verschenen. Ik wil nog even bijzeggen dat van zijn gedichten is niet heel veel vertaald, wat in tijdschriften verschenen. Hij is wel een keer bij Poetry International geweest in 2010. En het nieuwste boek staat linksbovenaan. Ja, dank u wel. Het rechtsonder, ja. Ja. Veel dank. Blijf nog heel even staan, want we hebben ruimte voor 1 of 2 vragen uit de zaal, als die er zijn. Ik was ook wel heel benieuwd bij jullie eerste vraag in de zaal van wie kent John Vossen. Ik had zelf geen idee om eerlijk te zijn en ik lees best wel eens wat, dacht ik van mezelf. Maar ik was blij te zien dat ik niet de enige ben. Zijn er vragen? Misschien altijd een beetje lastig om de eerste vraag te stellen, maar schroom niet. Zoals we altijd ook tegen de studenten zeggen, domme vragen bestaan niet. Ah, kijk eens. Hier. Nou, ja. Hebben we een microfoon? Ja, die hebben we hier. Ik was benieuwd of u verbaasd was dat de Nobelprijs naar de heer Vossen ging en of het terecht is volgens u. Oeh, lastige vragen. Ja, twee. Die kunnen we elke keer zien. Ja, precies. Nou ja, verbaasd. Hij wordt al wel jaren genoemd. En je leest het ook wel vaak in aankondiging om hem natuurlijk te promoten. Hè. Ja. De beoogde Nobelprijs, kandidaat. Maar ja, die heb je natuurlijk in alle landen zijn die er. Maar hij kwam wel heel vaak de laatste jaren op dat lijstje voor. Ja, en dan... Ja, ik vind het een goede schrijver, maar ja... En maakt het dan ook nog iets uit dat hij zeg maar, uit het noordelijk deel van Europa komt, zeg maar, in de zin van net na Zweden? Daar gaan wij niet over. Als het goed is, niet. Hij was overigens zelf niet zo heel erg verbaasd dat hij het kreeg. Nee, dat verbaasde mij, maar dat hoorde ik ook inderdaad. Ja. Maar er zijn natuurlijk al een paar Nooren geweest die de prijs hebben gewonnen. En dat was eerst Bjørnson helemaal in 1903 en Knut Hamsun in 1920 en toen nog Sigurd Undset in 1928. Dus wij Nederlanders kunnen alleen maar heel jaloers zijn op de Nooren. Dat op, voor de literatuur. Helder, dankjewel. Ik kijk nog heel even rond, want anders dan gaan we nogmaals veel dank. Ja. Laatste ronde applaus en dan gaan we door met de volgende spreker. Dank jullie wel. De Nobelprijs voor de Economie is altijd de laatste in de reeks van Nobelprijzen. Is ook, zeg ik er stiekem bij, terwijl hij zich nog aan voorbereid is, niet echt de Nobelprijs, maar dat weten we allemaal. Hè, dus dat, maar we nemen hem gewoon mee, want wij sluiten niemand buiten. Maar wordt altijd als laatste bekendgemaakt op maandag. En dat betekent dus ook dat onze spreker vanavond de moeilijkste taak heeft, want die heeft pas op dinsdagochtend gehoord dat hij hier vanavond moest zijn. Dus we zijn hem zeer erkentelijk. De Nobelprijs voor Economie werd afgelopen maandag uitgereikt of bekendgemaakt, die wordt uitgereikt aan de Harvard-hoogleraar Claudia Golden, die gaat ontvangen. En Joop Hertog is hier, Hartog, sorry. Ja, om over haar werk te vertellen. Excuses, Joop.
Claudia Golden deed historisch onderzoek naar de loonkloof tussen mannen en vrouwen. En met het gegeven dat zij de prijs gewonnen heeft, is zij de derde vrouw ooit die deze Nobelprijs wint. En de eerste die dat met solo-onderzoek doet. Dus dat is ook wel een milestone, zou ik zeggen. Joop Hartog is emeritus hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam en gespecialiseerd in arbeidseconomie. En daarom de persoon om te vragen om hier langs te komen om ons kort mee te nemen. Hij is sinds 2001 lid van de KNW en behoort, durf ik te zeggen, tot onze belangrijkste Nederlandse arbeidseconomen. Hij publiceerde tientallen boeken, honderden artikelen in internationale tijdschriften en ook nog in boeken en tijdschriften in het Nederlands. Was gastonderzoeker onder andere in Stanford en Harvard en bij de Wereldbank en Peking University. Ook nog hoorde ik net bij de broodjes die we hadden. Een expert op het terrein. Ik geef jou graag het woord. Mijn zojuist gepubliceerde boek gaat over de immigratie in Nederland. Een goede commercial is nooit weg. Ik had een passende nieuwe introductie bedacht, dacht ik. En die ging als volgt. Ik was een aantal jaren geleden bij een ceremonie voor Ellie Ameling, de grote Nederlandse sopraan. En daar zou Ed Spanjaard spreken. En Spanjaard gaat achter het spreekgestoel staan en zegt: ik ben mijn aantekeningen vergeten. Maar dat geeft niet, want ik ben mijn bril ook vergeten. En datzelfde gevoel had ik ook, want ik heb net een kleine oogoperatie gehad. Dus dan moet ik ze nu dan wat moeilijk kijken. Maar ik kon nergens mijn aantekeningen vinden. Maar die liggen hier. Dus het moet goed gaan. Claudia Golden. Nou, ik heb dus om te beginnen even een paar dingen daarop gezet. Harvard University. Ze is opgeleid daarvoor in Cornell en de University of Chicago. En ze heeft gewerkt na haar opleiding in Wisconsin, in Madison en in Princeton. En sinds 1990 zit zij op Harvard. En ik kan vooraf zeggen, om de eerste vraag maar vast te pareren, ik ben zeer blij met de Nobelprijsvraag. Juist. Dit is de motivatie die het Nobelprijscomité heeft gegeven voor haar werk. For having advanced our understanding of women's labor market outcomes. En dat is een heel korte samenvatting van wat daaronder nog wat langer staat. Door combinatie van innovatieve methoden in economische geschiedenis met een economische benadering heeft Golden laten zien dat diverse factoren het aanbod van en de vraag naar arbeid van vrouwen in het verleden beïnvloedt en nu nog steeds beïnvloeden. Die factoren omvatten de mogelijkheid voor vrouwen om betaald werk te verrichten, en om betaald werk en gezin te combineren, beslissingen met betrekking tot opleiding en kinderopvoeding, tegen technische vernieuwingen, wetten en normen en de structurele transformatie van de economie. Haar resultaten hebben een beter begrip mogelijk gemaakt van hoe en waarom participatie in betaald werk en beloning verschillen. En daarvoor heeft zij 200 jaar teruggekeken. Als je dat nu zo leest met de kennis vandaag, dan denk je, ja, zijn het open deuren, is niet allemaal een beetje triviaal. En wat ik wil beweren en hoop duidelijk maken, is dat het helemaal niet triviaal is. In die zin dat zij het aandachtsveld heeft verlegd voor dit onderwerp. En dat zij een indrukwekkende hoeveelheid werk heeft verzet om data te verzamelen die er nog niet waren. Dat wil zeggen, die lagen wel ergens, maar men gebruikte meestal de standaard beschikbare officiële data en analyseerde die. Maar dat heeft ze niet gedaan, zij is zelf dingen gaan verzamelen. En dan pas, als je die data goed verzameld hebt, en je gaat goed nadenken, je gebruikt je economische theorie, et cetera, dan kun je een samenhangend verhaal vertellen, een consistent verhaal over wat er in die eeuwen gebeurd is. En dat heeft zij gedaan. En dan kun je dus ook die dingen preciseren en aangeven wat wanneer van belang is. Nou, ik zal proberen daar een beeld van te geven. Ze heeft een waslijst van publicaties natuurlijk, maar ik kan nooit alles tegelijk doen. Als ik nu de volgende slide mag. Dit is wat ik dan toch nog in die korte tijd heb ingedeeld. De ontdekking van de vrouw en dan een paar dingen specifiek voor Golden. De ontdekking van de vrouw. Dat klinkt heel mooi natuurlijk, maar dat is de ontdekking van de vrouw door economen. En klinkt ook mooi. Toen ik begon in de jaren 70 was de vrouw en met name de gulden vrouw eigenlijk helemaal niet zichtbaar in de economische wetenschap. Er werd geen aandacht aan besteed. En dat had te maken met het feit dat vrouwen geen betaalde arbeid verrichten, met name de gulden, op de arbeidsmarkt.
En het had ook te maken met het feit dat huishoudelijke arbeid nooit gemeten werd. Alsof dat niet meetelde. Dat telde ook niet mee in de macro-economische gegevens. Maar dat was natuurlijk wel een hele belangrijke activiteit. Maar dat werd gewoon genegeerd. Die participatie van vrouwen en met name van gehuwde vrouwen, en ik krijg straks een heel lang detail erover, die was inderdaad, neem even Nederland als voorbeeld, die stelde aanvankelijk niks voor. In 1947 was het percentage zo klein van de vrouwen dat CBS daar twee puntjes neerzet in plaats van een getal. In 1960 was het 8% participatie van gehuwde vrouwen op de arbeidsmarkt en in 1971 was het 17%. En wat je dus ziet is, dus aanvankelijk was er geen enkele werkende gehuwde vrouw op de arbeidsmarkt dan, betaalde banen. En dan gaat het groeien en dan gaan de economen daar ook naar kijken. En wat in eerste instantie op dat moment gebeurde, en dat was precies toen ik ook als econoom begon, en ik heb ook van die dingen meegedaan, dan had je een steekproef van data en dan probeer je te verklaren daarmee op dat moment wie werkte en waarom dat was en van welke factoren dat afhing. Van een opleiding en soorten opleiding en van kindertal en dat soort dingen. En daar, nou ja, daar kun je dus leuke dingen mee doen en als je dat verfijnt kun je dat zelfs voor beleidsaanbevelingen et cetera gebruiken. Daar zat één groot technisch probleem bij. Wij hadden natuurlijk de indruk dat die vrouwen zouden reageren op het marktloon. En dat weer dan in je econometrisch model, in je schattingsmodel meenemen. Maar vrouwen die niet werken, die geen betaalde baan hebben, ja, daar zie je geen marktloon van. En daar zijn dus bepaalde econometrische technieken voor verzonnen en dat heeft zich later uitgebreid. En voor dat soort werk, dat dus in feite begon met deze probleemstelling, is in 2000 de Nobelprijs uitgereikt aan Jim Heckman. Mevrouw Goldin, Claudia Goldin, deed het anders. Die ging kijken naar data over twee eeuwen terug. Zij ging terug naar 1790 en keek naar de participatie en naar de loonkloof. De participatie, toen zij afweek van de standaard data en zelf data ging verzamelen, bleek in de eerste plaats dat de participatie zo rond 1800 zwaar onderschat was. Dat had te maken met het feit dat vrouwen vaak thuis werkten. Er was huisindustrie met textiel en dat soort zaken. Vrouwen konden meewerken in het boerenbedrijf. Maar daar werd weinig aandacht aan geschonken in de statistieken. En wat bovendien ook een rol speelde, in de census, de volkstelling, werd vaak van de vrouw neergezet echtgenote of huisvrouw. Dus daar was eigenlijk geen goed zicht op. En toen Claudia Goldin zelf ging meten, toen bleek dat de participatie drie keer zo hoog was als men in die cijfers had gedacht. Nu krijg ik data van de participatie. En dit is dan een tijdreeks die Goldin voor het grootste deel zelf gecreëerd heeft door heel creatief en actief data te verzamelen. En dat gaat over de Verenigde Staten. Maar de patronen die ik hier vertel, die gelden ook grosso modo voor andere landen, ook voor ons land. Je ziet in eerste instantie dus dat, dan zitten we dus rond 1790, daar zit dus die ophoging in, omdat dat niet goed gemeten was. En daarna zie je een lange daling van de participatiegraad van vrouwen. Dat heeft te maken met de industriële revolutie. De industriële revolutie, thuisarbeid, huisindustrie, meewerken op de boerderij, dat is natuurlijk goed te combineren met wat je in het huishouden verder moet doen en op de kinderen letten en al dat soort zaken. Als je naar de fabriek moet, gaat dat niet. En er waren grote gezinnen, dus in die tijd met de industriële revolutie is de participatie teruggelopen. Er is daarna een fase gekomen waarin de participatie is gestegen. En dat heeft te maken met deels met het feit dat vrouwen toch iets meer opleiding kregen, sommigen, en dat ze ook wat andere dingen konden gaan doen. En dat heeft te maken met de sterk gestegen vraag in diensten en in administratieve beroepen van secretaressen, telefonistes had je nog in die tijd en al dat soort beroepen. En dat konden vrouwen ook doen. En die hebben dat toen ook gedaan. En die stijging had dus te maken met die nieuwe structuur, maar ook met technologische vernieuwingen, waardoor dus ook niet meer het werk kwam veel minder aan op kracht en zo, waar mannen sterker waren dan minder. En het maakte het ook mogelijk voor vrouwen om daar aan mee te doen. Er was wel een heel groot verschil tussen participatie van gehuwde en ongehuwde vrouwen.
gehuwde vrouwen hadden nog steeds een lage participatie. En die hadden dat omwille van de conventies. Een vrouw hoort thuis, dat was vaak de opvatting. Er was wetgeving die vaak aangaf dat vrouwen, als ze trouwden, ontslagen moesten worden. Dat was bij de overheid zo, dat was bij het onderwijs zo. Dat was bij allerlei soorten werk wat zij deden, dienstenwerk was dat zo. En dat was niet alleen de wetgeving, er waren ook vakbonden. Vakbonden hebben heel actief meegewerkt aan het terughouden van het arbeidsaanbod van vrouwen, om hun eigen posities te beschermen natuurlijk. Dan krijgen we een fase van toename van de participatie. Meer komen we dan meer in onze eigen tijd. Maar dat ging nog steeds heel traag. En dat had eigenlijk te maken met verwachtingspatronen. Die vrouwen, de meisjes die een beroep moesten kiezen, die zagen vaak dat hun moeders een lage opleiding hadden. Die gingen er ook vanuit dat ze, als ze wat ouder werden, zouden trouwen en kinderen krijgen. Dus die hadden helemaal niet georiënteerd op investeren, op een opleiding volgen, om daarna een carrière op te bouwen. En later, als ze dan op de arbeidsmarkt kwamen, reageerden de werkgevers daar precies symmetrisch op. Want die zei, ja, ik ga voor jou geen baan bieden en allerlei dingen voor je doen. Het vak leren, investeren. Want je krijgt toch kinderen. En dat hield elkaar op die manier in stand. Nou, dat is uiteindelijk doorbroken door allerlei emancipatiebewegingen. En door het feit dat meisjes toch uiteindelijk hogere opleidingen hebben, meer opleidingen gingen volgen. En dat is definitief veranderd door de anticonceptiepil. Want toen kreeg je meer zekerheid over je toekomst, ook als meisje. Ik bedoel, je kon je huwelijk uitstellen, je kon het kinderen krijgen uitstellen. En je kon dus ook beginnen, wat dus nu begint, met een fase waarin je carrière op de arbeidsmarkt probeert op te bouwen. En dat betekent dus ook dat je beter onderwijs kon gaan kiezen, dat gericht was op die carrière. Je investeerde dus in je schooltijd al in de carrière. En die dingen zijn toen gaan samenvallen. Dus dat is de situatie waar we nu staan. Maar dat is wel met vertraging aan. Want die meisjes die deden andere dingen dan wat hun ouders deden. En ik herinner me nog een slogan uit die tijd die dat heel treffend weergaf. Dat moet ergens misschien wel jaren 80 of zo geweest zijn. Of 70, dat weet ik niet meer precies. Maar toen was er zo'n advertentie die zei... mijn vader dacht, zou je geen tandartsassistent worden? Waarop het meisje zelf antwoordde, ik dacht zelf aan tandarts. Nou, en dan heb je dus een omslag gemaakt, ook in dat verwachtingspatroon. Goed, dat is, die kan blijven staan. Dus ik even wat dingen over de loonkloof zeggen. De loonkloof is, als je het grof neemt, gewoon het verschil tussen de beloning van mannen en van vrouwen. En ook daar heeft Goldin zelf een heel groot aantal data voor verzameld om dat in beeld te brengen. En dan zien we dus ook een hele lange historische ontwikkeling waarin al die patronen weer tot stand komen. Er is een daling opgetreden in de loonkloof tussen 1820 en 1850. En dat heeft dan te maken met de industriële revolutie. Toen die vrouwen uiteindelijk ook, zij het dan vaak nog hoger, maar toen ze ook gingen werken in de industrie, ja, toen konden ze eigenlijk dezelfde, dus in een aantal gevallen hetzelfde doen als de man, en dan konden ze ook dezelfde loon krijgen. En ze verdienden toen ook meer dan ze in de tijd in die huisindustrie hadden, die vaak schamel betaald werd. Dus toen daalde de loonkloof, betekenend dat de beloning van de vrouwen dichter bij die van de mannen kwam. Er is een verdere daling opgetreden in 1890-1930... En dat heeft weer te maken met de opkomst van die nieuwe industrieën, de dienstenindustrie en de administratie waar die vrouwen in terecht kwamen. Daar was een grote vraag naar en daar ontstond dus, dat geeft dan ook als de vraag groot is, dan wil het loon ook nog wel eens stijgen. Maar er was in die tijd wel, en toen is het wat stabiel gebleven zo tussen 1930 en 1980. En deze data en die jaren die horen bij de Amerikaanse ervaring, maar Nederlandse en Europese ervaringen zijn erg vergelijkbaar. Opvallend is wel dat in die periode dat die diensten opkwamen en die administratieve werkzaamheden opkwamen, dat wat je zou kunnen noemen de loondiscriminatie is toegenomen. De loondiscriminatie is een beetje ongemakkelijk begrip in die zin dat als je nou met statistische technieken of wat dan ook probeert de loonverschillen te verklaren, dan kijk je eerst naar de factoren waar het loon aan gerelateerd is, zoals opleiding, ervaring en al dat soort dingen. En als je dat allemaal gehad hebt, dan hou je vaak nog wat over. Een residu, een deel wat je niet kan verklaren. En dat deel is in die periode dat
zo die ontwikkeling van die nieuwe diensten enzovoorts is gestegen. En ja, dat hoef je niet per se discriminatie te noemen. Je kwam aan het slot daar nog even op terug. Wat er gebeurde is dat de vrouwen hadden dan toch een veel minder vaste band met de arbeidsmarkt. En werkgevers die waren geneigd om mannen, werknemers, juist te belonen voor langdurige dienstverbanden. Dus die wilden gewoon een betrouwbare, labor force hebben, een betrouwbaar bestand van arbeiders. En dat belonen ze door regelmatig dat loon te laten stijgen. En dat deden ze natuurlijk niet voor de vrouwen. Want daarin werd er toch altijd van uitgegaan dat je toch allerlei onderbrekingen kreeg. Of dat ze misschien toch, dat ze part-time gingen werken of weet ik wat. Dus dat bleef daarbij achter. Nou, dat verhaal, dat heeft Golding nog een keer helemaal verder uitgebreid. En dat is dan het laatste hoofdstuk. Dat is een paper van haar, dat heeft die mooie wijze titel. De grote convergentie, het laatste hoofdstuk. En dat gaat eigenlijk precies over dat residu. Dus op een gegeven moment. Één minuut. Nou, gaan we. Het punt hier is dat dat residu is groter in bepaalde bedrijfstakken dan in andere. Het is bijvoorbeeld groter in business, in law. Het is kleiner bij technology en science. Dus in de wetenschappen zo is dat kleiner. En waar kan dat nou mee samenhangen? Nou, de gedachte is dat dat toch samenhangt met het belang van de spreiding in de uren die je inbrengt. Er zijn werkzaamheden denkbaar waarbij het niet uitmaakt wanneer je uren inbrengt. Of je ze nou 's ochtends inbrengt en dan de andere ochtend weer. Of je twee part-timers combineert op een baan. Of dat je altijd standaarduren ter beschikking moet zijn. En dat is dus in business is het zo dat dan moet je eigenlijk permanent beschikbaar zijn. En als je, omdat het werk erg aan de persoon gebonden kan zijn. Als het werk minder aan de persoon gebonden is, dan wordt het makkelijker om je uren te spreiden en toch flexibel te blijven. En zij werkt dat met name uit in het voorbeeld van de farmaceuten. En daarvan zegt ze, farmacie, dat is dus een hoogbetaald beroep en toch met een klein residu. En waarom is dat residu nou zo klein? Omdat, vroeger stond natuurlijk die apotheker zijn poeder zelf te mengen, maar omdat tegenwoordig zo is dat er een enorme standaardisatie is opgetreden in de medicijnen en een enorme digitalisering is in de dossiers, kan als er 's ochtends iemand een klant of weet ik wat geholpen heeft als farmaceut, dan kan 's middags een andere dat doen, omdat die gewoon precies diezelfde informatie op hetzelfde moment beschikbaar kan hebben. Dus die medicijnen zijn gestandardiseerd en dat dossier is met een druk op de knop beschikbaar. En dat betekent dus eigenlijk dat zij zegt, kijk, als wij, ik ga afronden, maar als we nu die druk hebben politiek van we moeten ervoor zorgen dat part-time werk en al dat soort dingen niet meer zo nodig is, want we moeten goede en goedkope kinderopvang hebben en beschikbaar, zegt zij eigenlijk, je zou de inhoud van de banen moeten veranderen. Je zou het werk eigenlijk zodanig moeten maken dat het minder persoonsgebonden is, zodat je die uren op elk moment kan nemen zonder, en dat het geen groot probleem is als die uren door de een of de ander worden ingevuld. Dus als je makkelijk vervangbaar bent, als je substitueerbaar bent. En ja, ik kan me voorstellen dat het bij die farmaceuten zo is. Ik kan me dus goed voorstellen dat het in juridische adviezen en zo niet zo makkelijk is, weer die hele ingewikkelde dossiers hebt. Maar daar zie je dus ook nu al digitalisering komen. En haar slotzin is dus, en dat is dan wel heel beknopt, we moeten ervoor zorgen dat die andere banen ook allemaal zo zijn dat je die uren als het ware los kan leveren in plaats van in bundels op een bepaald moment en dat je altijd permanent beschikbaar moet zijn. Nou, met deze stelling, ik heb er wat moeite mee om die te generaliseren, maar het is in ieder geval een interessante en een prikkelende stelling. En ik geloof dat ik nu redelijk op tijd ben. Ja. Dankjewel. Oh ja, mocht er iemand belangstellingen hebben voor, dit is van een van mijn promovendi. Dat heet Facts and Fairy Tales, The Female Labor and Family and Fertility in 7 landen, maar vooral in Nederland. Die boeken die zijn er wel erg, dus voor wie belangstelling heeft. Ja. Ik zie dat er een vraag is daar achter in de zaal. En daar hebben we net ook tijd voor. Ja. Hou hem wel beknopt, want anders gaat het van de antwoordtijd af. En zij houdt de microfoon vast. Ja, dat is beleid binnen KNW.
Dus, niet, maar wat je... Ja. Ja, hartelijk dank. Heel leuk om die... Om die vallei te zien tussen die bergtoppen, dat die participatiemaatschappij, dat participatiegraad vroeger veel, veel hoger was. Maar dan gaat het mee om dat eigen onderzoek van mevrouw Golden. Hoe deed ze dat? Hoe gingen ze meten hoe hoog die participatiegraad was, vooral in die vroege periode? Er zijn weinig data beschikbaar, maar hoe ging ze dat doen? Nou, ik weet dat niet precies. Het is een tijd geleden dat ik een stuk gelezen ben. Maar zij had gewoon andere databronnen. Er waren op bepaalde momenten de enquêtes of weet ik wat. Ze heeft een groot databestand ergens gevonden. Waar dat allemaal wel precies ingericht zit. Dus het zijn documenten uit de tijd zelf die zij gebruiken. En de details kan ik u helaas op dit moment niet leveren. Maar het is niet zo dat ze het heeft moeten fantaseren. Het lag er gewoon. Maar ze heeft het wel moeten vinden en bewerken. Niet helemaal overdacht. Ik zeg gewoon, die data die waren er. Dus dat heeft ze zelf. Ze heeft ze niet gecreëerd. Ze heeft ze zelf gevonden en onderzoeks klaargemaakt. Er lagen documenten uit die tijd. Ja. Wacht even op de microfoon. Ja. Want u weet dat misschien, maar we nemen dit op zodat mensen het later kunnen terugkijken. Maar dan is het wel handig als er in de microfoon gepraat wordt. Joop, hele korte vraag. Ja. Werk behapbaar maken dat opgesplitst kan worden, dat suggereert dat het een commodity wordt en dat het daarna niet meer hoog betaald is. Nou, dat hoeft niet. Want het kan natuurlijk toch wel hoogwaardige arbeid zijn, die je toch kan opsplitsen. Er is onderzoek van hoe zorgt een CEO dat hij een heel hoog salaris krijgt. Door zichzelf onmisbaar te maken, door ingewikkelde dingen te doen die precies. Hij alleen maar kan managen. Ja, precies. Ja. En zij zegt nou juist, dat is in die farmacie zie je dat het weg is. En dan is het, technisch gezegd, dan is de beloning lineair in uren. En anders is dat niet zo. Dus je formuleert het precies goed. En zij zegt, we moeten zorgen dat we die andere kant op gaan. Ik vind dat eigenlijk een hele interessante gedachte. Maar om een andere reden. Want ik denk dat we, ik weet niet hoe het werkt. Maar dat we veel meer moeten kijken naar de manier waarop banen worden ontworpen. Omdat op dit moment, je ziet zo'n omslag in de nieuwe generaties. Die veel hogere eisen stellen aan de kwaliteit van het werk. En de dingen die ze daarin willen doen. En de bevrediging die ze willen vinden. En weet ik wat. Daar moet je die... Ik heb het gevoel dat vroeger werden banen als residu ontworpen. Ik weet een mooi proces, ik heb een mooie machine. Oh, er moet nog iemand bij, die moet die klep tijd open en dicht doen. Hè, in het begin van de industriële revolutie, en dat is nu allemaal ingewikkelder geworden. Maar je kan natuurlijk ook uitgaan van de arbeider. En zeggen, wat kan die werknemer nou doen? En als je daarmee begint, dan kun je dus ook weer veel makkelijker je personeel binden. En daar, die suggestie zit hier ook in. Met een mijmering van mijn kant dat ik me wel afvraag of de CEO van die farmaceuten ook loonklooftechnisch gelijkgeschakeld is, wat ik eigenlijk niet vermoed, wou ik deze ronde afsluiten. Veel dank. We gaan door met de Nobelprijs voor de Vrede. En die zal worden toegelicht door Mansoureh Shojaei, een Iraanse mensenrechtenactiviste, schrijfster, journaliste en oprichter van het Iraanse Vrouwenbewegingsmuseum. Ze werkt ook op dit moment als gastonderzoeker bij de Vrije Universiteit in Amsterdam en als projectmanager bij de Iran Academy van het Instituut voor Sociale Wetenschappen in Den Haag. Mansoureh werd geboren in Teheran in 1958 en ze was daar 20 jaar lang een van de leiders van de Iraanse Vrouwenrechtenbeweging. Ze heeft een aantal keren is ze gevangen gezet en in 2010 werd ze op enig moment op borgtocht vrijgelaten en heeft ze Iran kunnen verlaten en is ze naar Nederland gekomen, of in naar Europa. Ze heeft bij de Henry Bull Foundation gewerkt en in het Writers in Exile programma gezeten. En zij gaat vanavond ons bijpraten in het Engels over Narges Mohammadi, die afgelopen week de Nobelprijs voor de Vrede in gevangenschap heeft ontvangen voor haar uitzonderlijke rol in de strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran. Tijdens die uitreiking erkende het Nobelprijscomité dat er samen met Narges Mohammadi duizenden andere mensen zijn opgestaan tegen het Iraanse regime, demonstrerend onder het motto vrouw, leven, vrijheid. En dat zijn drie woorden die ook het werk van Narges Mohammadi perfect omvatten, maar dat zal nader worden toegelicht door Mansoureh. You have the floor. Thank you. Good afternoon is the only
Dutch word I can say. Sorry, I'm so sorry. Peace and greeting to everyone, and peace and greeting to Royal Academy and to all Nobel Prize awarded 2023. Those will certainly can change the atmosphere of this terrible year toward the better years, particularly for the Middle East, the bleeding land under the militarism hand. May the peaceful sense of woman life freedom movement in Iran become an international motto from global south to the north. As Ms. Anderson, the head of the Norwegian Nobel Committee in Oslo, began the ceremony with the slogan of woman life freedom. The fact shows that this award is meant for all those who are struggling for equality, justice, civil liberties, and democracy in Iran. And Nargis Mohammadi is one of these individuals. Now, Nargis Nobel Peace Prize marks a milestone in a decade-long women's rights movement in Iran, drawing attention once again to the woman life freedom movement that inspired people around the world since last year. The background on the Nobel Peace Prize in Iran back to 2003, when Ms. Shirin Ebadi awarded the Nobel Peace Prize. Ladies and gentlemen, allow me to say with very exciting feeling that now, today, I can say, despite all the brutal oppression during 20 years from that time, from 2003 until now, we are proud of two women, two Nobel Peace Prize, and one Iran. The Nobel Prize could help women's rights movement, that is our responsibility as the Iranian activists, to utilize these resources to the fullest extent, as we did. Iranian women's rights movement had benefited from Ebadi's Nobel Prize 20 years ago, citing campaigns and coalitions. The most important campaigns, such as 1 million signature campaigns, which called for a change to discriminative law. It was a face-to-face training and teaching, going street by street to talk with the people about the discriminative law. The only tools we use, it was the paper, it was the notebook about the Iranian family law and the international convention against discrimination of women. It was a comparison between these two rules. And we were arrested, Nargis also, and a lot of women on that time, during 20 years. The Nobel Prize could help women's rights movement. Once again this year, the Nobel Peace Prize is awarded to Iranian women after a 20-year gap, indicates that Iran is truly a land of remarkable women, whether they are Nobel laureates, women campaigners, activists, journalists, women who were banned from education and flogged in the street, women in prison, young women in comas in hospital. At the moment, another girls
not as Mahsa Jina last year, it was only 22 years, but this year, Armita is a young student. She is only 16 years, and she was attacked by forced police hijab, and now is about 2 weeks, she is in coma in hospital. So the Nobel Peace Prize also dedicated to some people like Armita. Yes, young women in comas in hospital. Women, those lost her eyes. You know very well, a lot of young people lost one eye, sometimes two eyes, because forced police hijab, forced hijab, they called morality police. But please don't use the morality word for the brutally police. It's not moral, it's brutal, it's violence. Anyway, woman does lost her eyes, and even women whose loved one rest in the cemeteries. This Nobel Prize is dedicated to all these women. Narges Mohammadi is the offspring of their struggle, the offspring of more than 20 years protest, demonstration, and coalition between two nobles. Between two nobles, even though she was active herself back then and constantly ever since. Narges has been struggling against death penalty, gender discrimination, and compulsory hijab. She is a defender of the women's revolutionary movement, Woman, Life, Freedom. She has spent many years in prison. She has experienced numerous sufferings and is still kept behind bars, even prison. She has not stayed silent and has raised her voice at every opportunity. She has written a book in a very short time between two time prison. The book called White Torture. And she explained, she described the cellule, the confidential cellule, as a white torture for prisoner. As I experienced this, yes, it is white torture. Because nobody beat you, nobody tortured you physically, but mentally you are tortured in a confidential cellule. So Narges was able to collect a lot of interview with those cellule mate, with her cellule mate in the prison. And when she was released in a short time, she was able to publish it, but in Sweden, not in Iran. She sent the text in the Sweden, and then an Iranian publisher in Sweden published this book, and immediately she has translated to, I think, seven languages, to English, German, Spain, Italy, I don't know about Dutch language, but after that, a film, a documentary made by a young documentarian based on that book, The White Torture. Narges has dedicated her life and her capabilities to the defense of human rights and to the transition from the ruling theocratic dictatorship to a democratic system of government. She has been arrested 13 times, convicted 5 times, and sentenced to a total of 31 years in jail. She is currently incarcerated in Tehran's Evin prison. I'm deeply honored to my friend Narges Mohammadi, who
who is 12 years younger than me, who I worked with her hand in hand together from 2003 until 2011 in Iran. And our co-activism has been continuing until today in a non-border geographies of diaspora to the Evin prison in Tehran. Ladies and gentlemen, allow me, as a storyteller, at the end of my talk, share a story with you about Narges and her most recent situation in Iran. It was just 2 days ago when I received the kind words of Lydia, thank you very much, to invite me for attending to this event ceremony. I immediately called Narges' husband, Taghi Rahmani, who is a prominent political activist exiled in Paris. I asked him if whether is a chance to be connected with Narges to send a short message for us for this evening. He forwarded my message to Mr. Mustafa Nili, one of the lawyers of Narges in Iran. Then it was just yesterday afternoon when he replied to my request. As he said, Mustafa Nili, his lawyer, replied to my message through Taghi, her husband. Mustafa said, today I went to Evin prison to meet with Narges. After waiting for a while in the meeting hall, I was informed that prison authorities would not allow the meeting to take place because Narges had not accepted with the mandatory hijab and the rules of hijab in prison. As a result, I left the prison without having the meeting. As a result, we don't have any message from Narges but her activities. She is still strong. Thank you. Thank you very much for this impressive personal talk and actually also for taking the effort and trying to get a message, which is a brilliant idea, and it's so sad that it didn't work. But the fact what came back says a lot. Exactly. Also. So, yeah. Exactly. Any questions? Yeah, any questions? Does she know that she got the prize? Does she know that she got the prize? It was is being asked. Who? Narges. Yeah. Of course not. But actually, you know, she was aware that she is one of the candidates because there are several candidates from Iran, not only from the other wars, from Iran, Afghanistan, for the Nobel Peace Prize. And she was one of them. Of course, she didn't know until she has been awarded by calling the other prisoners' family to the prison that hurrah and Narges. I'm so sorry because it was late and I can't send the photo. There is a photo that 12 of her cellmate sent a big congratulate text for her, and it is my mistake because just now I gave it to Lydia and Mathilde. But now it's, you know, I can say
After 1 year, sadness and, you know, oppression, it was the only good news Iranian people, Iranian women received, despite all of the bad news. A lot of, you know, beautiful soul lost their life. But anyway, we are still strong. And, you know, the global world, look at the women's movement. And this is a good message. And now I can say, if, for example, the government, the international diplomacy work together to support our government, but the Nobel Peace Committee sent the humanity message to Iranian people. They look at the people, not at the government in Iran. Thank you, Nobel Committee. Maybe just one small question for me before we go to the break. Do you think this will, getting the award, will help in getting her into freedom again, or does it work against it? Actually, we are hopeful. You know, we are living with our hopes, and could be a positive change in her situation, but could be a negative. Yeah. However, maybe you read in the news that the chief of judiciary said that, wow, why the committee, Nobel Committee, dedicated the prize to the Narges. Mr. Soleimani, Qasem Soleimani, should give this. And everybody knows Qasem Soleimani. His militarism policy made Syria and Gaza and Lebanon as bad as you can see now. This is the only reaction from Iranian government when Narges awarded this place. And why she should get? It was a peace for a militarism man. Yes. Thank you very much once again. Welcome. We hebben nu 20 minuten pauze. Voor degenen die in de zaal willen blijven, dat mag. Dan wordt het animatie vertoond. Zoiets wat hij in het begin ook zag. Die is gemaakt door de Jong Academie voor de middelbare scholen. Waarbij Nederlandse Nobelprijswinnaars, worden geïntroduceerd. Hoe een liefde voor meeuwen leidde tot 4 diepe vragen. Nico was een nieuwsgierige, slimme jongen. Maar hij was niet per se dol op school. Liever ging hij kamperen of vogels kijken in de duinen bij Den Haag, waar hij woonde. Hij had een aquarium met stekelbaarsjes en kon uren kijken naar insecten of meeuwen. Na zijn studie en promotie, biologie natuurlijk, koos Nico Tinbergen in 1932 voor het avontuur. De boot naar Groenland. 2 zomers en 1 winter leefden Nico en zijn vrouw Lies tussen de Inuit. Ze leerden kajakken, maakten de donkere polwinter mee en keken hun ogen uit in de noordelijke natuur. Het was die nieuwsgierige blik waarmee Tinbergen als onderzoeker doordrong tot de essentie van diergedrag. Zo ontdekte hij dat meeuwenjongen gericht pikken naar de rode vlek op de snavel van de ouder, waardoor die voedsel opbrak. Experimenten met kartonnen meeuwenkoppen, beschilderd met vlekken, bevestigden dat alleen een rode snavelvlek het hongerige meeuwenkuiken stimuleert. Ook ontdekte hij dat stekelbaarsmannetjes aantrekkelijker worden voor vrouwtjes, naarmate de rode vlek op hun buik groter is. En dat andere mannetjes daarop des te agressiever reageren. Met een bredere blik kwam Tinbergen uit op 4 centrale vragen over diergedrag. Wat is de aanleiding voor het gedrag? Wat is het nut van het gedrag? Hoe ontstaat het gedrag in een individueel dier? En hoe is het gedrag in de loop van de evolutie ontstaan? Die 4 vragen groeiden uit tot de theoretische onderbouwing van de diergedragskunde, of ethologie, die nog altijd overeind staat. Maar toen er in 1973 een telefoontje uit Stockholm kwam, was de verrassing groot. De Nobelprijs voor geneeskunde gaat normaal gesproken niet naar vogelaars en andere buitenmensen. Tinbergen won hem toch, samen met de Duitse ethologen Konrad Lorenz en Karl von Frisch.
Helemaal bijzonder was dat zijn broer Jan al eerder de Nobelprijs kreeg voor economie. Daarmee zijn Jan en Nico de enige Nobelbroers. Dames en heren, ladies and gentlemen. We hebben de foto's waar voor de pauze over gesproken werd, er waren een aantal foto's verstuurd. Die hebben we nog even in de PowerPoint kunnen invoegen. Dus die laat ik nog even zien. Het leek ons toch wel aardig om, nu we ze hebben, toch te laten zien. Als de fotograaf niet in de... Want ik moet daar klikken, dat gaan meerdere sprekers doen. De klikker werkt, maar je moet wel hier staan. En dan kunnen we even een aantal van die foto's die meegebracht zijn nog even laten zien. En dan gaan we dan door met het programma. U zult merken op een gegeven moment in de loop van de avond dat ik misschien soms wat tijd zoek en wat tijd besteed aan andere zaken. Maar dat is omdat wij ook in een afwachting zijn van onze laatste spreker, Marion Koopmans, die als het goed is nu geland is op Schiphol. Dan weet hij ongeveer het stressniveau van de presentator. Ja, dus dat... dit is ook over het boek waarover gesproken is. Dat hebben we ook gehoord. Volgens mij zijn het er 5. Ik kijk even kijken. Ja, kijk eens, nou schitterend. Zo, ja. Nou, dankjewel. Dan gaan we nu verder met de Nobelprijs voor de scheikunde. Want we beginnen het tweede blok met een grote ontdekking in kleine deeltjes. De quantum dots. U gaat straks allemaal weten wat dat is. Voor de ontdekking van deze nanodeeltjes ontvingen Mokweni Bawendi, Louis Brus en Alexei Ekimov dit jaar de Nobelprijs voor scheikunde. Het drietal ontdekte quantum dots en ontwikkelde ook een manier om die ontdekking praktisch toe te passen. En hiermee leveren ze een belangrijke bijdrage die aan de basis ligt van veel van de hedendaagse applicaties. En wij hebben Arjen Houtenpen bereid gevonden om dat te komen toelichten. Hij is universitair hoofddocent fysische chemie en nanotechnologie aan de Technische Universiteit Delft. En lid van de Jonge Academie en tot voor kort ook bestuurslid van de Jonge Academie. En gespecialiseerd in quantum dots, dat helpt. Hij zei maar ook, ik ga nooit meer de Nobelprijs winnen, want hij is net uitgereikt aan mijn vakgebied. Dat is een beetje jammer voor hem, maar in plaats daarvan mag hij dan vandaag vertellen waar het over gaat. Hij onderzoekt zelf hoe je bijvoorbeeld zuinige lampen, beeldschermen en betere zonnecellen kunt maken met die nanotechnologie. En dat lijkt mij ook Nobelprijswaardig als zodanig. Voor jou is de vloer en de klikker. Dankjewel. Even kijken of mijn geluid aan staat. Ja, even beginnen we met een correctie. Een paar dingen aan de introductie klopten net niet helemaal. Maar het goede nieuws is, ik begrijp ook net dat ik alle tijd heb om dat recht te zetten. Ja, precies. Ik ben geen lid meer van de Jonge Academie, helaas. Sterker nog, de laatste keer dat ik hier op dit podium stond was om afscheid te nemen van die Jonge Academie. Dat is 2 jaar geleden. En ik ben ook sinds 2 jaar hoogleraar, maar dat is voor wie daar om geeft. Iedereen professor, toch? Hè? Iedereen professor. Hey, ja. Ivo, helemaal goed zo. Daar kunnen we het misschien straks nog over hebben. Ik wil het met jullie hebben over kwantumstippen. Dat vind ik heel ongemakkelijk. Omdat dat woord eigenlijk voor mij totaal onbekend is. Dus ik probeer alles in Nederlands te doen vandaag. Het woord kwantumstip had ik nog nooit gebruikt. Ik noem dit altijd quantum dots. Dat deed Ivo gelukkig ook. Maar de Nederlandse vertaling is kwantumstippen. En de titel die ik heb meegegeven is Quantummechanica in een potje. Ik begin eigenlijk heel veel van mijn lezingen met deze foto, omdat ik het een iconische foto vind. Maar wat we hier zien is één van die winnaars van de Nobelprijs. Dat is Munji Bawendi van de MIT. En wat hij toont zijn oplossingen waarin nanodeeltjes, die kwantumstippen zitten. En die kwantumstippen die hebben allemaal een andere kleur. En hopelijk aan het eind van dit verhaal hebben jullie enig idee hoe dat komt en waarom het wellicht nuttig is of cool is of hoe jullie daarover zouden willen denken. Wat de Nobelcommissie heeft gezegd is dat de prijs is uitgereikt aan deze 3 mensen. Munji Bawendi, Louis Brus en Alexei Ekimov voor de discovery and synthesis of quantum dots. En de ontdekking, dan moet je denken aan Louis Brus en Alexei Ekimov. En de synthese, het ontwikkelen van hoe je die deeltjes maakt, is in dit geval eigenlijk net zo belangrijk, misschien wel een belangrijker onderdeel. Dat maakt het ook echt een Nobelprijs voor de scheikunde en daar heeft Munji Bawendi veel aan gewerkt. Het mooie van dit vakgebied vind ik dat het eigenlijk zowel natuurkunde als scheikunde is. Ekimov is een vaste stoffysicus uit de Sovjet-Unie. Louis Brus is een fysisch chemicus en Munji Bawendi is ook een fysisch chemicus. Dus dit is echt het grensgebied tussen de scheikunde en de natuurkunde. Er zitten een paar hardcore natuurkundigen in de zaal die vinden het misschien eenvoudige natuurkunde, maar natuurkunde is het toch zeker. Die ontdekking dan van quantum dots, die was 40 jaar geleden.
Hoe weet ik dat zo goed? Nou, dat weet ik omdat ik 10 jaar geleden bij een conferentie was en die heette 30 Years of Quantum Dots. Er was een conferentie in Parijs en dit is dan de traditionele foto van die conferentie. En het leuke is dat alle drie de Nobelprijswinnaars daar aanwezig waren. Dit is Louis Bruce. Naast hem staat Munji Bawendi. En hier in het midden staat Alexei Ekimov. En er staan denk ik nog een paar mensen op deze foto die graag de Nobelprijs hadden gewonnen, wellicht ook wel verdiend hadden. Deze man in het bijzonder, Alexei Evros, is een Russische theoreet die eigenlijk het meest heeft gedaan aan het ontwikkelen van de theorie van deze materialen. En dan hebben we hier Chris Murrayse, die zal ook nog even terugkomen later in mijn verhaal, die de oorspronkelijke synthese doorbraak heeft bereikt als promovendus. De promovendus heeft niet de Nobelprijs gekregen. De begeleider van de promovendus was Munji Bawendi. En die heeft wel de Nobelprijs gekregen. Ik heb begrepen dat er een maximum is van 3 personen die hem wint. Dus zo zal het moeten gaan. En of het helemaal terecht is, dat hangt er vanaf aan wie het vraagt. Dan is nog één heel belangrijk ding. Dat is mijn voorhoofd. Ik was erbij. En als jullie eraan twijfelen of ik dat wel echt ben, want dat kan ik natuurlijk wel zeggen. Er is ook een tweede foto met een close-up. Dat zien we iets dichterbij. En als ik dan zo ga staan, ja. Dan was dat, 10 jaar geleden. Dus, ja. Dat kunnen we wel ongeveer zien, denk ik. Verder staan nog wat mensen hier die in Nederland veel gewerkt hebben aan die Quantum Dots. Mijn eigen promotor, Daniel van Makelberg uit Utrecht. Zelfs zo de Mello Donega. Daarmee zat ik vanmiddag nog in een promotiecommissie. Vandaar de kleding. Hier Andries Meijerink, afgesneden bij zijn hoofd, ook een hoogleraar uit Utrecht. Zij hebben als eerste in Nederland dit vakgebied eigenlijk opgepikt. En ik was een van de promovendi op dat moment die dat is gaan onderzoeken. Goed, leuk verhaal, introductie, maar wat zijn dan kwantumstippen? Dat willen we natuurlijk allemaal weten. Kwantumstippen, je kunt er natuurlijk over praten. En je kunt foto's laten zien. Maar ja, als je chemicus bent, dan neem je ze gewoon mee. Dit is wat we ook in mijn eigen lab maken. En we zien hier oplossingen van nanodeeltjes. Die kwantumstippen zijn namelijk halfgeleider nanokristallen. Het zijn hele kleine kristalletjes van halfgeleidermateriaal. Ik zeg altijd, die zijn zo klein dat ze vreemd gaan doen. En dat vreemd doen, dat zegt eigenlijk dat hun eigenschappen afhangen van hun grootte. Wat we hier zien, zijn kristalletjes van exact hetzelfde materiaal. Dat is een halfgeleider, die heet cadmiumselenide. Dat mogen jullie gelijk vergeten. Het enige wat anders is de afmeting. De diameter van de deeltjes verandert van 5 nanometer tot 2,1 nanometer. En daarmee verandert hun kleur. En dat is de meest duidelijke eigenschap die we zien veranderen. Maar er zijn meerdere eigenschappen die met de grootte veranderen. En dit effect wat we hier zien noemen we ook wel quantum opsluiting. Nog zo'n term die je normaal nooit in het Nederlands zegt, quantum confinement. Dat is een kwantummechanisch effect waar ik zo nog even op terug zal komen. En dat is dus de naamgever van het woord quantum in de quantumstip. En waarom zijn het dan stippen? Ja, eigenlijk heel simpel omdat ze heel klein zijn. Specifiek, ze zijn klein in alle richtingen. Dus in 3 dimensies zijn ze klein. We zeggen ook wel eigenlijk dat ze 0 dimensies hebben, omdat ze zo klein zijn. Nou, nog misschien in iets meer detail, wat is het dan? We zien hier een elektronenmicroscopiefoto. De schaalbar hier is 200 nanometer. Dus je ziet hier eigenlijk allemaal verschillende kwantumstippen op een oppervlakje. En als we dan nog verder inzoomen met een elektronenmicroscoop, dan zien we hier een schaal van ongeveer 5 nanometer. En dan zien we de enkele atomen in zo'n nanokristalletje zitten. Dan krijg je een gevoel voor waar we het over hebben. We hebben het over een kristalletje van 100 tot een paar duizend atomen. Ja, en wat we niet zien op deze foto's is dat op het oppervlak heel vaak ook nog allerlei moleculen zitten. Een soort vetzuren zijn dat. Die eigenlijk net zoals melk oplost in water, vormt kleine vetbolletjes. Dat is hier ook het geval. En die vetbolletjes die zorgen ervoor dat de deeltjes in oplossing blijven. Anders zouden ze natuurlijk allemaal lekker naar de bodem zakken en samenklonteren. Hoe werkt dat dan? Het is een kwantummechanisch effect. En het mooie daarvan is dat we een materiaal kunnen nemen met een bepaalde eigenschap. Cadmiumselenide is van zichzelf rood. Het geeft rood licht. En als het licht absorbeert, is het ook rood. En dat is een materiaaleigenschap. Wat we nu kunnen doen, is een soort extra as toevoegen, een extra dimensie toevoegen. En we kunnen die eigenschappen compleet gaan tunen door de afmetingen te veranderen. Hoe werkt dat? Ja, de natuurkundige verklaring is eigenlijk heel eenvoudig. En dat noemen we in de natuurkunde wel een deeltje in een doosje. In de kwantummechanica, volgens de kwantummechanica, is alles zowel een deeltje als een golf. En dat geldt ook voor elektronen die zich in die kristallen bevinden. Als je nou een groot halfgeleiderkristal hebt, ik heb hier nog een foto van zo'n halfgeleiderkristal, als het heel groot zou zijn, dan bevindt dat elektron
als een golf zich in dat kristal en strekt zich uit over het hele kristal. En dat bepaalt de eigenschappen van dat elektron. Als we het kristal nou veel kleiner maken, dan moeten die golven, die elektronen, die golven zijn, die vormen staande golven die steeds kleiner worden. De golflengte neemt af. En als de golflengte afneemt, dan neemt de energie toe. Nou, voor een natuurkundige is dat zeer eenvoudig, denk ik. Kijk even hiervoor naar mijn natuurkundige collega's. Als je het niet zo gewend bent, ja, je kunt een analogie maken, die is ook niet correct, maar de analogie zou zijn, neem een gitaarsnaar. Als je die gitaarsnaar steeds korter maakt, dan neemt de frequentie van de snaar toe. Zoiets heb je hier ook. De frequentie van het elektron en daarmee zijn energie neemt toe als je het deeltje kleiner maakt. En daarmee kunnen we de kleuren, ik heb te weinig tijd om echt in detail te gaan over hoe het werkt of wat een halfgeleider is, maar we kunnen de afstand hier tussen energieniveaus in de grondtoestand en in de aangeslagen toestand, die kunnen we tunen en dat geeft kleur. Dus doordat die kwantummechanica optreedt, doordat die golven steeds kleiner worden, kunnen we de kleur van die deeltjes aanpassen. Dat kun je ook zien gebeuren. Hier is een synthese van kwantumstippen. Het is trouwens een heel ouderwetse synthese. We zien hier een oud collega van mij wat uitgangsstoffen injecteren in een potje. Zo, ja, dit is scheikunde, toch? En wat we zien, ik weet niet of het me lukt om nog een keer te starten. Wat we zien gebeuren, is dat er een oplossing ontstaat. Die is eerst geel, en langzaam wordt die oranje, en dan gaat hij naar rood toe. Je ziet hier kleine nanodeeltjes vormen, en die groeien steeds groter. En terwijl ze groter groeien, neemt, hoe we dat dan zeggen, hun bandgap af, absorberen ze steeds meer kleuren en worden ze rood. Het mooie is dat je ziet hier kwantummechanica in een potje. Je ziet de grootte veranderen van de nanodeeltjes. Is dat dan nieuw? Is nano nieuw? Nee, nano is niet nieuw. Nano is al heel lang bekend en dit soort nanodeeltjes komen in de oudheid al voor. Een heel beroemd voorbeeld is in de beker van Lycurgus. Dat is in de Romeinse beker van over 300 na Christus. Daar zitten goudnanodeeltjes in. En door die goudnanodeeltjes ziet die beker er anders uit als je er licht van achteren op schijnt of van de voorkant. Van de voorkant lijkt die groen en als je hem van achteren belicht, lijkt die rood. En dit is een effect van de grootte van die goudnanodeeltjes die daarin zitten. Meer in de richting van die kwantumstippen hebben we glas- en loodpanelen, die natuurlijk in de middeleeuwen al bekend waren. Glas in lood is glas en in dat glas zitten hele kleine kristalletjes. En die kristalletjes die kunnen verschillende groottes hebben en afhankelijk van hun groottes kunnen ze verschillende kleuren absorberen. Dus er waren mensen in de middeleeuwen die maakten dit soort glas en lood zonder dat ze wisten dat dat nanokristalletjes waren. Maar ze speelden met de condities waarbij ze dat glas maakten. Soms werd het rood, soms werd het geel. Dat was een kunst, nog geen wetenschap. Ik sla heel veel over hoor, want er is veel onderzoek gedaan wat hierop leek en wat steeds dichter in de buurt kwam van een serieuze wetenschappelijke aanpak. Dat sla ik allemaal over en ik ga helemaal nu naar de vroege jaren 80, omdat dit het eerste moment is dat mensen en doelbewust dit gingen onderzoeken en ook de verklaring konden geven voor wat hier gebeurde. En dat was Alexei Ekimov, een van de winnaars van de Nobelprijs, die vormde kopergloride nanokristallen in glas en afhankelijk van hoe die dat deed, de temperatuur waarmee die dat deed, zag hij in dit soort spectra dat de kleur veranderde. En hij was de eerste die dit correct interpreteerde als zo'n kwantumopsluitingseffect. Het nadeel, ik weet niet of het nadeel was, maar een feit was dat hij dit publiceerde in Sovjetbladen, in het Russisch. Dus dit werd niet bekend in het Westen. En in het Westen, zullen we zo zien, is onafhankelijk daarvan is eigenlijk hetzelfde onderzocht. Zijn eerste paper die wel vertaald is, heb ik hier staan. Die verklaart eigenlijk prima wat er gebeurt met die nanodeeltjes. Dat is grotendeels correct wat daar stond. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, in Bell Labs in New Jersey, was Louis Bruce aan het werk. En die had een iets ander systeem. Die keek niet naar glassen, maar die keek voor het eerst naar dit soort oplossingen als ik ook bij me had. Die maakte cadmiumsulfide deeltjes in oplossing. En die nam eerst experimenteel waar dat afhankelijk van de grootte van die nanodeeltjes de absorptiespectra en dus de kleur veranderde. Hij hield het daar niet bij, want hij heeft het ook verklaard. Hij heeft het gemodelleerd. Het is niet zo'n ontzettend ingewikkelde natuurkunde, maar hij was de eerste die dat netjes deed. Hij was dus de eerste die voorspelde hoe de kleur of de bandgap van de grootte afhangt en hoe dat per materiaal verschilt. En dit is in mijn vakgebied misschien wel de beroemdste vergelijking, die noemen we ook de Bruce-vergelijking. Ik ga hem verder niet afleiden of uitleggen. Maar hij is de naamgever omdat hij als eerste dit netjes heeft gemodelleerd. Het stelde qua kwaliteit van die materialen nog niet zoveel voor tot in 1993.
In 93 kwam er een paper uit, dat is in mijn blik de paper in dit vakgebied, over hoe je dit soort deeltjes maakt. En dat gaat, ja, ik kan het laten zien, wacht even, ik kan het laten zien op deze manier. Het gaat nu wat sneller door uitgangsstoffen te injecteren in een heet oplosmiddel en die moleculen die op het oppervlak moeten binden erbij te brengen. Door het op die manier te doen, is er veel meer controle over de synthese. Dit is nog een keer Chris Murray, die wat mij betreft best had mogen delen in de Nobelprijs. Het gevolg hiervan is, door het op deze manier te maken, dat alle deeltjes, en daar zit eigenlijk heel veel scheikunde achter, maar alle deeltjes krijgen dezelfde grootte. En omdat de eigenschappen zo ontzettend sterk afhangen van de grootte, is het wel heel belangrijk dat je ze allemaal even groot maakt. Want anders krijg je een bruin goedje, letterlijk. Dan heeft het alle kleuren en dat is niet wat we willen. In deze synthese kregen ze wat we noemen heel monodisperse kwantumstippen. Ze hadden allemaal dezelfde grootte. En daarom krijg je hele scherpe spectra en krijg je hele duidelijke kleuren. Ik geloof dat ik haast heb, dus ik skip even een klein beetje verder. Oké, wat hebben we hier nou aan? Hè? Waarin het kleine groot kan zijn. Wat zijn nou de eigenschappen van kwantumstippen? Nou, de kleur is precies aanpasbaar. Per nanometer, zo je wil, kun je precies de kleur tunen naar waar je hem hebben wil. De emissie, dat licht wat van dit soort materialen afkomt, is heel zuiver. De spectra zijn heel nauw, waardoor het echt precies die zuivere kleur is en niet een mengvorm van kleuren. En dat is voor heel veel toepassingen belangrijk. De efficiëntie van het uitgezonden licht is heel hoog. Inmiddels kunnen we 100% kwantumefficiëntie halen. Elk foton wat wordt opgenomen, wordt ook weer uitgezonden. En ja, dat hebben we denk ik al gezien. Ze zijn een oplossing te maken, relatief eenvoudig. Dat is relatief goedkoop ook. En misschien wel belangrijker, het is opschaalbaar. En dat is een term die een scheikundige heel belangrijk vindt. Kun je het niet alleen in het lab maken, maar kan je het ook op industriële schaal maken? Kan je het verkopen aan Samsung? Nou, dat is niet een heel toevallig voorbeeld, want dat is ook gebeurd. En daar heeft die Mundje Bawendi ook een grote rol in gespeeld. Hij heeft een bedrijf opgericht wat quantum dots is gaan ontwikkelen die gebruikt konden worden in eerste instantie in televisies. En waarom in een televisie? Ja, in een televisie, en dat weet iedereen denk ik wel, kun je 3 kleuren combineren om wit licht te maken. Niet alleen in een televisie, dat gebeurt ook in de beamer waar we nu naar kijken. In het algemeen, als je rood, blauw en groen mengt, kun je wit licht maken. En door die kleuren goed te combineren, kun je eigenlijk elke willekeurige kleur die het menselijk oog kan waarnemen, nabootsen. Het punt is wel, dan moet je precies de juiste kleuren combineren. En dat staat in deze zogeheten kleurendriehoek weergegeven. Als je 3 kleuren neemt, dan kan je het oppervlak, wat een driehoek vormt tussen die punten, al die kleuren kun je weergeven. Wat je wil is 2 dingen. Je wil precies de juiste kleur maken, dus 520 nanometer en liever niet 525. En je wil dat die kleur heel scherp is, heel nauw. Want als die kleur breed is, dan heb je niet een punt, heb je geen kwantumstip hier op het scherm, maar heb je een soort uitgesmeerde streep op het scherm. Dus nauwe kleuren van de juiste golflengte, dat is wat je wil om een televisie te maken. En die hebben we, tenminste, die heb ik. Ik weet niet of jullie een quantum dot televisie hebben. Ik ben 2 jaar geleden verhuisd en ik kon natuurlijk niet anders dan er eentje kopen. Hierin zitten nanodeeltjes, die kwantumstippen, die absorberen blauw licht, zetten het om in exact de juiste kleuren. En dat geeft het breedste kleurbereik en daarmee de echtste kleuren van alle technologieën die op de markt zijn. Of je de mooiste televisie vindt, dat laat ik verder aan de consument. Er zijn andere technologieën ook op de markt. Maar dit is wel echt een toepassing, ja, waarmee die kwantumstippen een rol hebben veroverd in de consumentenmarkt. Er zijn veel meer toepassingen en ook misschien nuttiger toepassingen. Eentje gaat over verlichting. We hebben een revolutie gehad de afgelopen tijd met overgang naar ledlicht. Er is ook een Nobelprijs voor uitgekeerd overigens. Maar als je kijkt naar hoe ledlicht nu werkt, dan hebben we een blauwe led. Dat was waar de Nobelprijs in 2013 voor is uitgereikt. En dan hebben we materialen die dat blauwe licht omzetten in groen en rood. En het spectrum wat je dan krijgt is op dit moment dit rode spectrum. En dat is prima, dat ziet eruit als wit licht. Het probleem is dat wat het menselijk oog kan zien is minder dan dat. Het menselijk oog kan deze groene curve zien, dat is de ooggevoeligheidscurve. Althans, mijn schets daarvan. Het probleem is dat we nog steeds allerlei licht uitzenden in het infrarood wat we niet waarnemen. Dus we hebben nog steeds zo'n 15% verliezen aan energie die omgezet wordt in warmte, niet in zichtbaar licht. Door daar kwantumdots voor te gebruiken, kan je 15% energie besparen. En elektriciteit en verlichting is een heel groot deel van het energieverbruik. Dus dit, denken wij, is de volgende markt waar
kwantumstippen een rol in spelen. Ha, hier heet het ineens kwantumpunten. Dat laat maar zien dat ik de vertaling niet beheers. De laatste toepassing waar ze nu al voor worden gebruikt is in biologisch onderzoek. Het zijn hele kleine deeltjes. Je kunt heel makkelijk het oppervlak, dat noemen we functionaliseren met moleculen die dan binden bijvoorbeeld aan een tumor of aan een eiwit. Daarmee kun je in biologische lichamen, of in cellen kan natuurlijk ook, kun je die deeltjes heen sturen waar je wil en in een fluorescentiemicroscoop kun je zien waar ze zich bevinden. En dan kan je ook deeltjes gebruiken van verschillende kleuren. Dit is een toepassing die steeds groter wordt en waar die kwantumpunten geschikter voor zijn dan allerlei organische kleurstoffen. Ja, heb ik nog tijd? Kijk ik naar de voorzitter. Nog 30 seconden. 30 seconden. Nou, volgens mij match je me, maar ik weet niet. Volgens mij ja, zeker. Ik ben je flink aan het match, maar dat geeft niet. Ja, ik gaf toevallig vorige week een interview voor de NOS Radio. En eigenlijk de vraag die ik kreeg is, maar wat kunnen we nou nog meer in de toekomst met die kwantumstippen? En ik dacht, ja, weet ik veel. Ik heb geen glazen bol. Maar waar aan gewerkt wordt heel hard, waarvan we nooit kunnen zeggen of dit het gaat worden. Hè, waar aan gewerkt wordt is flexibele, dunne zonnecellen. Waarbij je precies kunt bepalen welk zonlicht je absorbeert. Fotodetectoren, met name het infrarood. Bijvoorbeeld voor zelfrijdende auto's, dat je door de mist heen kunt kijken. Dat is ook een groot onderzoeksgebied waar deze materialen beter zijn dan bestaande halfgeleiders. Lasers, met controle over de exacte kleur. En nu kijk ik even een beetje naar de volgende spreker. Die weet hier veel meer van dan ik, denk ik. Dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker, maar dat vermoed ik. Als enkele fotonbronnen voor quantum informatietechnologie. Dat zijn onderwerpen waar we nu naar kijken, waar de gemeenschap naar kijkt, of we daar ook nog toepassingen kunnen creëren. Ik denk dat ik mijn 30 seconden wel gebruikt heb. Dan ga ik het hierbij laten. Het gaat om deze drie mensen. Ik wist dat die laatste slide gewoon de eerste vraag zou zijn, want die had ik zelf voorbereid. Dus die hebben we al gehad, maar die tijd is ook voorbij. Er is ruimte voor één vraag op dit moment. Iemand? Ja. Er komt een microfoon uw kant op. Je gebruikt blauw licht om de dots te belichten. Is het voorzienbaar, voorspelbaar of mogelijk dat het met UV of met infrarood gebeurt, waardoor je dus die blauwe achtergrond niet hebt? Ja, het is typisch. Ja, het is eigenlijk net goed. Het blauwe licht wat nu gebruikt wordt, is meestal een onderdeel van het witte licht. Dus dat blauwe licht willen we ook zien. Maar je kunt prima UV-licht ook gebruiken. Infrarood wordt ook wel naar gekeken. Dat zou een heel ander proces zijn. Eigenlijk de heilige graal voor displays is om het niet met licht te beschijnen, maar elektrisch aan te slaan. Dus dat je een spanning eroverheen zet, zoals in een LED. En dat dan die kwantumstippen rechtstreeks licht gaan geven. En dat wordt de volgende stap, denk ik, in de display-technologie van deze deeltjes. Mooi, dankjewel. Misschien komen we straks nog even terug als ik nog wat tijd moet doden, omdat sommige mensen nog in een vliegtuig zitten. Ja. Maar dat hoor je vanzelf. Dankjewel. Doe je niet... Maybe you can click already for the next... Yep, that's you. Onze volgende spreker is Peter Kraus, groepsleider bij ARC NL, of ARC NL, I'm not sure. ARC NL. Een onderzoekscentrum in Amsterdam dat fundamenteel onderzoek doet naar nanolithografie. En daarnaast is hij universitair docent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en hij werkte eerder in Berkeley, Californië. Voor allerlei onderzoeken heeft hij allerlei grote financieringen gekregen van de ERC, de European Research Council, maar ook voor NWO hier in Nederland. Onder andere in mei nog een subsidie voor het visualiseren van structuren in chips. Dan bent u mij, om eerlijk te zijn, kwijt. Anders dan dat ik nu denk aan mijn vrijdagavond zak chips die ik dan stiekem eet als de rest van het gezin naar bed is. Maar dat geheel terzijde. En om dat te gaan doen, is Peter bezig om een hele grote labruimte van het onderzoeksinstituut in te richten met een hele krachtige laseropstelling, om daar de allerkleinste details te kunnen meten. En hij gaat u in het Engels, want dat is zijn lingua scientifica, zoiets, over de baanbrekende experimenten van Pierre Agostini, Ferenc Krauss en Anne Le Villiers, de winnaars van de Nobelprijs voor Natuurkunde dit jaar. En die laureaten zijn erin geslaagd om voor de eerste keer elektronen in atomen zichtbaar te maken. Ik ben benieuwd hoe dat werkt. Peter, you have the floor. Thanks a lot, Ivo. Yeah, thanks a lot for being here, everyone. It's an honor to be here, also considering that
there are other people in this country that have a very direct connection to this Nobel Prize, and they're even in this room. I'll come to that later. The Nobel Prize is to the three persons that were just mentioned for the experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter. Wow, that's a mouthful. Let's try to break that down. So this year's Nobel Prize in physics is about science at the time scale of attoseconds. I think that doesn't help much either. So I will try to break it down into the following four questions. What is an attosecond? I will start with that. Then what do we need attoseconds for? What did the laureates do? And what can we do with this research in the future? So I've written out here for you what an attosecond is. That is an attosecond, a zero point, and then we have 17 zeros and a one in seconds. It's a billionth of a second. It's extremely short. It's very difficult to grasp how short that is. So there's one good example that was also picked up in the announcement of the Nobel Prize. Now, we're all very much familiar with 1 second. That's the time scale of our heartbeat. But the age of the universe contains as many seconds, it contains as many heartbeats, as one heartbeat contains attoseconds. Now, it's already indicated here, the age of the universe, well, that's the time scale of the macrocosmos. But the time scale of attoseconds, that's the time scale of the microcosmos, of the atoms and the electrons that move around the atoms. So if we want to understand the Microsoft, we need to the microcosmos, we need tools to observe the microcosmos. So we can ask ourselves, how do we observe anything at all? And the answer is almost always by light, right? That's how we see things, by light. Light makes us see each other, makes us see pretty much anything. So let's start with what do we then need to actually see something on an attosecond scale? Certainly light. And we need a detector that is sensitive to these extreme time scales. Now, let's start with the detector we know, our eye. How good is our eye in terms of time resolution? I have three times the same movie here for you, just a basketball jumping up and down, with different frame rates, so with a different number of pictures per second. You have the fastest one on the right with 60 frames per second, then it gets slower, down to 24 frames per second. All motions look perfectly continuous to us, but you can see it's a lot smoother here, and here you have a bit of a motion blur in the picture. And that's basically because here we reach about the time resolution of our eye. 24 frames per second is still continuous, that's the frame rate of most movies. But our eye, if we have less than 20 frames per second, then we can see that something's not right in the movement. So that's about the time resolution that we as humans can perceive. So people realized very early on that there are much, much faster things than 50 milliseconds. And one very famous example is the horse in motion, which can be seen as the birth of motion pictures, of movies. This was one of the first recordings that were done of a sequence of pictures of a horse that was, of a person that was riding a horse. This was done, 150 years ago, and the students of Mr. Muybridge actually had a bet going on if during the gallop of a horse, all feet of the horse are in the air or not. This is something people didn't know at that time because there was no tool for a good enough time resolution. And it turns out they are all in the air, as you can see here. So the bet was settled. Still, believe it or not, there are much faster things in the world than horses. And what is faster than horses are the motions of the microcosmos. So what is the microcosmos? One of the smallest particles that we care about are atoms. And atoms consist of a positively charged nucleus. These are the neutrons and the protons. And then the little particles, the electrons, that surround these protons and neutrons. They are small, and they move very fast. But it's really the electrons that are the glue of the matter. The electrons make atoms glue together to become molecules, and molecules glue together to become proteins, and proteins bond together to form life.
So the electrons are really responsible for all reactions taking place between matter. So they are really not static, they move around. And to give you an example from our own research, we have an example here of an electron that we suddenly removed out of a molecule, and we did an experiment to watch how the other electrons respond to the removal of the electron. And we see that within a few hundred attoseconds, the hole where the electron was localized delocalizes over the molecular chain. This is also what's illustrated in this movie here. So attoseconds are the time scales of electron motion. And this is, of course, a small molecule, but there are numerous examples where this is important. For example, the first step in photosynthesis, that's the power plant of our plants, is an electron excitation and such a migration of charges. So if we want to understand these things, we again need light. Light pulses that are fast enough to film attoseconds. So how can we do that? Even for the quantum dots, we heard that lasers are important. And lasers are certainly the most powerful tool for controllable light-matter interaction in the arsenal of a scientist. I actually challenge you to look for any year in the last 20 years of a Nobel Prize that didn't involve in one way or another lasers. Almost always in chemistry or physics, lasers play a role. So shortly after the laser was invented in the 1960s, people already looked for making shorter and shorter light flashes. So I'm showing here the pulse durations that can be reached as a function of the year. And you see, right after the laser was invented, people quickly made microsecond and nanosecond pulses, and then these pulse durations got shorter and shorter and shorter until a plateau was reached in the 80s. And this was about 5 femtoseconds, this plateau, and there was a reason to that. I should say, if you would have asked the laser scientist here, what do you think the limit is, they would have probably said 5 femtoseconds. And there's a reason to that. It's this guy, Albert Einstein. He already could derive, even before the laser was developed, that the fundamental principle underlying a laser will prohibit building lasers at very short wavelengths, which are needed to make the fastest pulses of light that can observe electrons. So this was really the limit of what lasers could do here. So something new needed to be found to make even shorter pulses. And that came in the early 2000s. There was a new process driven by a laser that allowed making shorter pulses. That process is called high harmonic generation. So the combination of powerful lasers with new physics enabled these short pulses. And that was the experiment and the person that discovered this. This was Anne Houllier, who got one part of the Nobel Prize, who in Saclay in 1988 measured the first spectrum of what is called high harmonics. What she did was firing an intense laser on a gas jet, and she observed that the gas now emitted multiples of the fundamental color, of the fundamental frequency of the laser. This was much more intense and much more continuous than expected. So the people immediately realized this is special because now we can make these short wavelengths over a large range of colors, and that can have implications for making short pulses. So immediately people asked, how does that work? I'll first answer it from a technical point of view. How do we do it in the lab? Well, it is really just we shoot a very short femtosecond laser onto a gas and we detect the light that comes out. Typically, we detect the colors in a spectrometer. This is what a spectrum looks like. You see very discrete multiples of this fundamental frequency. These are the high-order harmonics, much like the overtones of a musical instrument that you can generate. And that's the setup that we actually have in my lab, 4 kilometers from here. Happy to visit if you want to see it, where we can do such experiments. It's a big steel pot because it all needs to be under vacuum, because atmosphere air would absorb that light. So that was how we do it technically, but how does it work, this process of high harmonic generation? So we now zoom in here. We zoom onto this gas expansion to explain how that works. So this here is the gas nozzle, where the gas comes out, and we now shoot our femtosecond laser pulse on it. All these little green dots are atoms, and the atoms, the green is actually the electrons that surround the atoms.
This is our ultra-fast laser pulse, this red field. A laser pulse is a time-dependent, time-oscillating electric field. What happens now, because it's a very strong pulse, it starts pulling on the electrons. So the electrons start moving, and they move at exactly the same oscillation period than the laser moves. And once the field is strong enough, it can rip out an electron. And this is now accelerated in the laser field. And when the field changes sign, the electron can come back. And it picks up all that energy from the laser field. And in that moment, very confined in time, an attosecond pulse is emitted. That sort of is the birth of an attosecond pulse. It's happening in a fraction of an optical cycle. And that's why it's so short. So now we actually have an idea that it can happen. And this is often very much connected to the name of Paul Korkum. There were also other people involved, but he's famous for that. And Ferenc Krauss, in his first speech, actually said it was a bit regrettable that Paul Korkum didn't also get the Nobel Prize. But then there, as we also hear it in the chemistry case, can only be three laureates. OK, this was in the 90s, so people thought this high harmonic generation, we can use that for short pulses. But scientists don't believe anything until it's measured. So someone needed to come and measure it. And that's what happened in the early 2000s. Here's a setup how these pulses can be measured. You start with a laser. You split that laser in two parts, in two equal parts. The first part is used for this process of high harmonic generation to make these broadband pulses. And now the second part is used to combine with this pulse. And then these two jointly interact in a gas target and ionize an atom. And by very finely tuning the delay between these pulses on attosecond timescales, which corresponds to about 1 nanometer length scales, this is the precision of these experiments, you can actually measure the time structure of the attosecond pulse. Just keep in mind, we're trying to measure something here where we have nothing faster existing to measure it. So that by itself is an almost philosophical challenge that we have to overcome here. But there were two groups that figured it out. The second group to figure it out was the one of Ferenc Krauss, at that time in Vienna, now in Munich. He found a way to make an isolated attosecond pulse and an experiment which is called attosecond streaking, where he measures these generated electrons as a function of the delay between these two arms of the laser that can measure out an isolated attosecond pulse. And actually, the first experiment of the two was one done in Saclay. I should add also the first high harmonics were done in Saclay. That's a research institute close to Paris. And in this experiment, an attosecond pulse train was used. This led to the Nobel Prize for Pierre Agostini. These are actually the two papers that led to the Nobel Prize. So the Nobel Committee was actually quite explicit which papers they consider to be the key ones. RABBIT, by the way, is an acronym for reconstruction of attosecond beating by interference of two photon transitions, obviously, I should add. So also proving here that physicists are quite fun guys coming up with such acronyms. Now, Nobel Prizes are such that people are singled out, which does not do justice to the many people that are involved in the science. It's almost never a one-man show. So let's look at the first measurement of an attosecond pulse by Agostini. That's the paper, Observation of a Train of Attosecond Pulses from High Harmonic Generation. It's published in Science, one of the, certainly, I would say, the two most important journals in general sciences. Usually, the head of a lab goes last in the sciences, and then you have the PhD students going first. So Agostini is the last author on the paper. I want to highlight two more authors, and that's Elena Thoma and Harm-Gert Müller. And look where they worked, in Amsterdam, at Amorth. So the interesting part is even the second last author was the one who was the corresponding author to that case, and he's sitting right there. So that's Harm-Gert Müller. You can direct all questions to him, I would say. I'm going to ask him what you said was good. Yes. So from what I understood, he was the one who both proposed the experiments and came up with the acronym. So that's certainly an important part. Yeah, so what can we do with attosecond pulses?
there are many applications to come. I'm picking out three in terms of starting with the most likely to happening. The probably the most imminent application is the fact that these attosecond pulses are at extremely short wavelengths and can therefore interact with extremely small structures. In fact, they can be used to visualize the computer chips that are now being produced in industry, and that is actually something that is very actively being researched and very close to a market introduction. So you can use these attosecond pulses to image chips and basically help the further miniaturization of semiconductor electronics, which is an extremely important part of the Dutch economy, because you have the company ASML here, which is the largest lithography company in the world. Connected to that, well, all our advances in information technology actually come from miniaturization. However, the clock rates, the speeds of chips, have actually remained constant for the last 10 years, but there have been experiments that demonstrate that we can even increase the clock rates with attosecond technology by a factor of 1 million. So there's a lot to gain there, in principle. But this is, I would say, 5 years from introduction, 3 years, that's another 15 years. And even more in the future, the first experiments demonstrating that this new high-precision measurement technology from attosecond science can be used for molecular fingerprinting for early cancer detection of blood samples. So that is completely in the research phase. This is what one of the laureates, Ferenc Krauss, is doing right now. But that's something that also has future potential. Thanks a lot. Thank you very much, Peter. Did it make any sense what he said? Yeah. Okay, great. Well, great. Maybe room for a question. Not the easiest topic to raise questions about, but I dare you, of course. Mag in Engels, mag in Nederlands. We hebben er twee. Ik ben al een keer geweest, maar we daarboven. Ja? Mevrouw houdt de microfoon vast, hè? Dat hadden we afgesproken. U mag opstaan, dat is geen probleem. Ja. What is the speed of light? What is the speed of light? 3 times 10 to the 8 meters per second. Oh, per attosecond, divided by 10 to the 18, so how far do you get in attosecond? 3 times 10 to the minus 10, is that right? Yeah. 3 angstroms. Yep, 3 angstroms, thanks. So a third of a nanometer. About well, a third. You got me here, but it sounds great. So you travel for the length of a quantum dot, approximately, is that right? Not even, right? Yeah. Ja, hier de tweede vraag. Ja, meneer, u had ook een vraag, toch? Ja. Daar u ook maar even op. Dat is misschien makkelijk. You say the pulse train has a very short wavelength, but we have X-rays, we have gamma rays. So what's the difference between a gamma ray and a autopulse? You need to have a way to make all the wavelengths that come out be locked in phase. So you can think of all the colors as an oscillating electric field, but they all need to overlap in phase. And you need a laser-like property of your light source to achieve that. And the gamma and X-ray sources that we have do not have that property, with the exception of free electron lasers. That's a rather exotic large-scale infrastructure. They will be able to make such, or are already able to make such attosecond pulses, but not your X-rays of a doctor. Ja, nee, ja, ik moest even voor de logistiek, want vliegtuigmaatschappijen zijn niet te vertrouwen, dat weet u allemaal. Dus Marion, die is er nog niet. Maar wat we nou gaan doen, en ik kijk nog even ook naar Martine of ik het nou goed zeg. Wij gaan haar nu via de microfoon, of via de telefoon van Martine, die dit allemaal voor u zo prachtig geregeld heeft, samen met Lydia en anderen, gaan we haar wel horen en niet zien. Zeg ik het nou goed? En ook in het kader van de tijd maak ik even de switch naar, want we hadden beloofd dat we om 10 voor zouden. Ik neem 10 minuten extra van uw tijd, dus we gaan tot 1:50 door. Maar dan kunnen we even nog misschien Peter nog heel hartelijk danken ook voor de antwoord. Goedenavond en aan mij
de eer om de laatste Nobelprijswinnaars hun werk toe te lichten. En dat gaat over Kathleen Carrico en Drew Wiseman, die de Nobelprijs voor geneeskunde kregen voor ontdekkingen die cruciaal zijn geweest in het hele pad naar het ontwikkelen van mRNA-vaccins. Waar gaat dat over? Nou, we hebben natuurlijk gezien wat een geluk we hebben gehad met de COVID-19-pandemie, waarin onderaan te zien is hoe snel het is gelukt om vaccins te maken. En dat waren voor het eerst vaccins van een nieuwe soort, namelijk mRNA-vaccins. En die tijdslijn was heel bijzonder, waarbij binnen een jaar van tussen de ontdekking van een nieuw virus de voldoende vaccins waren om echt grootschalig te gaan vaccineren. En dat is des te uitzonderlijker als je dat in deze context ziet, wat tijdslijnen zijn van ontwikkeling van vaccins voor allerlei andere infectieziekten. Waar is daar van gebruik gemaakt? Nou, eigenlijk van iets wat een normaal onderdeel is van bazaal proces in lichaamcellen, waarbij de genetische code die verstopt zit in ons genoom, in ons DNA, die wordt gebruikt om eiwitten te maken via een vertaalstap. En die vertaalstap, dat heet de productie van mRNA en messenger, dat is messenger RNA, oftewel boodschappen RNA. En wat dat is een kopie van de genetische code die in ons genoom zit en die dus één op één doorvertaald wordt naar het maken van eiwitten. Dat mRNA, dat is samengesteld uit verschillende componenten, dus dat uit een oneindige combinatie van deze vier bouwstenen die daarvoor gebruikt worden. Nou, wat gebeurt er dan? Hier is dat weergegeven voor de COVID-vaccinatie. Daarbij is gezegd, nou, hoe kun je dat nou gebruiken? Dat is door te kijken van wat zit er in de virusgenetische code, wat gebruikt kan worden om een immuunrespons tegen op te wekken. Nou, dat is het spike-eiwit. En de code daarvoor, die is nagemaakt in synthetisch mRNA en dat is verpakt in vetbolletjes wat wordt geïnjecteerd en wat dan via de gewone gebruikelijke processen in lichaamcellen tot eiwitproductie leidt. En die eiwitten worden dan ook gebruikt en aangeboden aan het immuunsysteem. Hier B-cellen en T-cellen, de twee hoofdcomponenten van het immuunsysteem. En dat leidt tot het opwekken van een beschermende immuunrespons. Nu, laten cellen niet zomaar alles gebeuren. Als dit het cel-eigen proces is, wel. Maar als er iets is wat van buiten komt, dan komt er ook een verdedigingsmechanisme op gang. Dat verdedigingsmechanisme is heel complex. En hier staat wat schematisch weergegeven. Je hebt receptoren, bijvoorbeeld aan de buitenkant van de cel, of in compartimenten van de cel waarbinnen vreemde moleculen naar binnen kunnen sluipen. En als daar iets aan bindt, dan kan er een hele cascade van effecten op gang komen. En die hebben het als resultaat dat er een soort verdedigingsmechanisme aangezet wordt. En dat verdedigingsmechanisme, dat kan twee belangrijke effecten hebben. Bijvoorbeeld dat het ertoe leidt dat die cel gewoon minder eiwit gaat produceren. Dus dat die hele machinerie die eigenlijk gebruikt wordt, afgeremd wordt, gedempt wordt. Of dat er een immuunrespons op gang komt. En als dat ongecontroleerd gebeurt, dan kan dat zelfs tot allergische reacties leiden. En dat was ook wat er gebeurde als mRNA dat in het lab gemaakt werd, in cellen werd gebracht. Dus voor de ontdekking van deze twee Nobelprijswinnaren was al wel duidelijk dat je mRNA misschien kon gebruiken, dat je dat in cellen kon brengen, maar dat werk stagneerde omdat die cellen vervolgens die verdedigingsreactie gingen opwekken, waardoor dat niet meer lukte.
Nou, dat proces, daarin is de ontdekking van deze twee prijswinnaren cruciaal geweest. Dat was niet gericht op het ontwikkelen van mRNA voor vaccinatie, maar gewoon eigenlijk pure nieuwsgierigheid naar de werking van mRNA. En ook een observatie dat er nogal verschillen waren afhankelijk van waar het mRNA van afkwam in hoe cellen kunnen reageren. Dit is een van de cruciale observaties die zij deden. En wat hier weergegeven is, is een van de de moleculen die gemaakt worden bij een afweerreactie. Dit is het TNF-alpha, er komen dadelijk verschillende langs. Maar dus een van de afweermoleculen. En je ziet hier dat als daar in het lab gemaakt RNA toegevoegd wordt, dan zie je een hele heftige reactie. Dat is dus die reactie die je eigenlijk niet wilt hebben. Maar wat zij ook zagen is dat als ze andere soorten RNA toevoegden, dat daar hele grote verschillen tussen zaten. En zij zijn vervolgens gaan onderzoeken waarom dat in zit. En ontdekten dat er in die verschillende RNA's verschillende modificaties waren te vinden van die vier bouwstenen. Nou, dat zijn ze vervolgens zelf gaan namaken. Dus ook weer hier kijk je weer naar een maat voor afweer van de cel. Nu bij binding aan een van die receptoren aan het celoppervlakte. Je pakt deze en ze hebben hier het ongewijzigd mRNA toegevoegd. Dan zie je een grote en heftige reactie. Maar nu datzelfde molecuul nagebouwd, maar met kleine wijzigingen in één van de vier basiscomponenten. En dan zie je dat die reactie gedempt wordt. En de reactie wordt gedempt, maar de moleculen worden nog wel geproduceerd. Dat was een doorbraakontwikkeling. En dat is ook een van de hoofdpublicaties waarvoor zij deze prijs hebben gekregen. Ze hebben vervolgens in vervolgstudies ook laten zien waarom dat in zit. Dit is de interactie tussen die celreceptor en dat een van die basiscomponenten van mRNA, uridine. En hier hebben ze laten zien dat als je die uridine hier modificeert, dan kan die interactie gewoon niet meer plaatsvinden. Dus het wordt gewoon geblokkeerd en daardoor wordt die hele cascade van effecten die je normaal krijgt als die receptor geactiveerd wordt, die komt niet op gang. Nou, even wat over het duo. Een immunoloog, of een inmiddels gespecialiseerde immunoloog, die werkt in een centrum gefocust op vaccinontwikkelonderzoek. En iemand met een biochemische promotie, die op verschillende plekken academisch, maar ook in het bedrijfsleven heeft gewerkt. Waarbij ook nog even op te merken valt dat Dr. Carico een van de weinige vrouwelijke Nobelprijswinnaressen is in de afdeling fysiologie en geneeskunde. Zijn dan de cv's van deze mensen? Nou, Drew Weissman is geboren, getogen en opgeleid en werkzaam in de VS. Dus een klassiek academisch carrièrepad in de VS. Heeft in die route ook met onder andere Tony Fauci gewerkt met NIH. En zat dus dicht bij het vuur, zal ik maar zeggen, toen ook de vragen rondom vaccins voor SARS-CoV-2 aan bod kwamen. Maar ergens in dat traject is hij de samenwerking met Carico aangegaan. En zij heeft een hele andere achtergrond. Zij was geboren en getogen in Hongarije en daar ook opgeleid tot en met promotietraject en een beginnende academische onderzoekslijn, maar die is daar op een gegeven moment gestopt. Zij wilde onderzoek doen naar mRNA en de werkzaamheid daarvan en de structuren, maar dat is gestopt als onvoldoende beloftevol. En datzelfde heeft zich nog een keer voorgedaan toen zij naar de VS verkaste, waar ze bij de Temple Universiteit en Universiteit van Pennsylvania
opnieuw verder is gegaan met het ontwikkelen van mRNA-onderzoek. En ook daar is die lijn gestopt met de beoordeling van dit is niet echt hoogleraarswaardig onderzoek. Dus zij heeft nooit een gewone leerstoel daarvoor gekregen. Haar werk is wel gaan vliegen toen zij in contact kwam met Weissman. Het verhaal vertelt dat zij elkaar gewoon bij een kopieerapparaat tegenkwamen en daar in gesprek raakten. En dat gesprek heeft geleid tot een hele vruchtbare samenwerking, waarin de creativiteit wat mRNA-onderzoek van Carico is gekoppeld met de wervingskracht van Weissman. En samen hebben zij dus die cruciale ontdekkingen gedaan. Ze waren daarbij zelf verbaasd dat paper, wat nu dus gehonoreerd wordt, dat niet veel meer aandacht kreeg. Dit is een quote die is toegeschreven aan Weissman. Wacht, maar morgen komt ons paper uit en dan staat de telefoon rood gloeiend. Maar dat bleek niet het geval. Het heeft toen nog heel lang geduurd voordat het belang van die ontdekking duidelijk was. Hier is dan de tijdslijn van de ontdekking van mRNA-molecuul tot de uiteindelijke mRNA-vaccin, de eerste mRNA-vaccin-toepassing, waarbij zowel de hele basale onderzoeksstappen aan mRNA als ook aan de vetbolletjes die nodig zijn om dat mRNA goed verpakt cellen in te krijgen en het daarvan proberen dat commercieel toe te passen. Dat is in feite een samenspel van stappen van een heleboel wetenschappers die uiteindelijk tot deze vaccins hebben geleid. Met hier een paar pijlen voor cruciale stappen. Bijvoorbeeld het eerste synthese in het lab van mRNA. En dan hier de Nobelprijsontdekking, maar ook de visie om deze combinatie wellicht via een spin-off te gaan verder uitontwikkelen richting vaccins. Waarbij toen dat voor het eerst gepresenteerd werd door CureVac, een Nobelprijswinnaar in die meeting opstond en zei: ik heb nog nooit zo'n onzin gehoord. Dus dat geeft wel aan dat de wetenschappelijke eigenwijsheid een belangrijke stap is in het uiteindelijk doen van belangrijke ontdekkingen. In deze tijdslijn zit ook iemand die als student aan mRNA heeft gewerkt en heeft laten zien dat als je dat mRNA in cellen brengt, ik geloof van kikkerembryo's, dat je dan eiwitproductie kunt krijgen. En dat is iemand die nu ook online heel actief is en zegt: eigenlijk had ik die Nobelprijs moeten krijgen, maar dat was dus echt duidelijk voor die cruciale schakel die hier gezet is. En een beetje scheurig detail is wel dat deze persoon ook is geadopteerd door de antivaxbeweging, omdat die zegt: het had helemaal anders gemoeten en ik ben degene die wist hoe het moest. Nou, dan hier nog een leuke quote vind ik zelf. Mooi is om te zien is dat zeker Kathleen Carico ook met de heftige stappen en het aantal keren toch gewoon niet academisch gehonoreerd, toch vanwege dat doorzettingsvermogen uiteindelijk hier terechtgekomen is. En daar ook een hele mooie quote aan heeft toegeschreven, waarbij ze dat vergelijkt met bijvoorbeeld de Olympische Spelen. Dit is haar dochter die op hoog niveau geroeid heeft. En ze zegt: it's more like racing. The winning Nobel Prize was not at all like winning at the Olympics. It's more like racing and then potentially waiting 10 to 50 years to 15 years to find out if you won and had to go to the medal ceremony. En daarmee wil ik dit verhaal beëindigen. Ik vond het zelf een topavond, ook vanwege dat kopieerapparaat, want daar heb ik mijn vrouw ontmoet, maar dat is ook weer een ander verhaal. Ik vond het vooral indrukwekkend op alle fronten van het menselijk leven en het menselijk samenleven. En ik denk dat we de wetenschap daarvoor mogen bedanken en ook de Nobelprijscomité dat ze dit doen.
Ik dank alle sprekers, ik dank alle mensen in het publiek. En ik hoop u volgend jaar weer te zien met meer 6 prachtige Nobelprijzen. Dank jullie wel allemaal. Dank je wel, Marjon. Fijne avond.